Hallo en welkom bij Powerpraat, jouw favoriete pot- en podcast over games en ander entertainment. Dit is aflevering 251. Ja, vorige keer maakte ik een klein foutje, maar bij deze dan een rectificatie. We hebben Florian en Cody in de studio. Cody is weer terug na een enorme oorontsteking from hell. En hij is ook naar Japan geweest, dus hij heeft een aantal tippies voor ons. Vergeet niet te stemmen op de podcastawards.nl. Daar gaan we het ook even kort over hebben. Over FC25 natuurlijk ook. We hebben het over de favoriete games van dit jaar, want jullie hebben een poll ingevuld. En we weten welke game jullie het meeste naar uitkijken. En verrassing, het is geen Stalker 2. We hebben het ook over de games uit onze jeugd. En we hebben een discussie over of we nou games moeten uitspelen, ja of nee. Nou, Cody vindt van niet, want die is afgehaakt bij Wukong. Silent Hill 2 hebben we Simon over aan de lijn. We gaan het ook hebben over de Dutch Game Awards en over de Dutch Game Garden die wordt gekild. Dat is wel heel erg jammer. Florian, die vindt Metaphor heerlijk. Die gaat er een enorme boom over opzetten. We hebben het ook over Dragon Ball Sparking Zero. Een vampire-like survivor. Of niet eigenlijk, Cyber TD. We hebben het over Max Mustard. Het is geen saus, maar wel een game. En we hebben het uitgebreid over Japan, over Super Nintendo World. En UFO 50. Een boordevolle aflevering dus. Blijf absoluut hangen, want je gaat daar zeker geen spijt van krijgen. Hé, nou daar zijn we weer met de nieuwe Powerpraat. En het is gezellig hier op de tribune, wilde ik zeggen. Er is geen tribune. En daarom is het ook zo gezellig. Ja. Leuk dat jullie er zijn, Florian en Cody. En Cody, ik ben er weer. Ik maak weer content. Ik ben op tv. Hallo, man. Zo lang geleden. Intussen ben je getrouwd. Je hebt Japan al veilig gemaakt. Gekregen. Je bent drie al, hè? Eentje alweer moeten opbergen. Je hebt inmiddels één oor moeten amputeren. Klopt. Ja, dat hebben we wel. Ja. Ja, dat zien jullie niet. Wat was gaande? Nou ja, ik heb een derde koffer moeten kopen voor souvenirs. Dat is goed. Okay, maar er zat één souvenirtje bij waar ik niet op gerekend had. Dat was een dikke, vesse, fiete, vieze, smerige schimmelinfectie in mijn oren. Oef, een schimmelinfectie? Ja, het was eerst bacterieel, maar doordat ik... dat was in de laatste week van Japan. Dan ben je professorisch, probeer je alles op te lossen. Weet je wel, je kaak zo... Ja, je water in je oor. Af en toe een paddenstoeltje erin duwen. Paddenstoeltje erin, dropvetertje van links naar rechts. Dat soort dingen. Oh ja. Het is allemaal erger gemaakt. En toen ben ik tot overmaat van ramp ook nog ermee gaan vliegen. Toen is het verspreid naar mijn keel en naar mijn huig en naar eigenlijk mijn hele hoofd. Ik zal de vieze details besparen. Dit pijn, zeg maar, ook tijdens het vliegen? Intens. Ja, ik heb het veel pijn. Maar wacht, ik heb ook één keer met een oorontsteking in het vliegtuig. En die vertelde me, hij is zo dom geweest om ermee te gaan vliegen. Ja, ja. Toen is dat een ding of zo? Nou, ja, dat slim was het niet. Dat is zo'n ding, ja. Wat gebeurt er dan? Ontploft het een soort van in je holtes of zo? Nou, kijk, wat er gebeurt. Ik zal het heel kort proberen uit te leggen. Nou ben ik geen medici, maar ik heb er wel ervaring mee, omdat ik het net heb gehad. Maar wat er gebeurt met een oorontsteking is, in ieder geval bij mij, zijn mijn gehoorkanalen die slippen dicht. En tot overmaat van ramp was mijn trommelvlies ook nog geperforeerd. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar die slippen dicht. Wat ervoor zorgt dat je je druk niet meer kan reguleren als je loopt. Als je gewoon een berg oploopt, dan heb je waarschijnlijk niet eens door dat je druk in je oren zich daarop aanpast. Maar dat doen ze constant de hele dag door. Ook als je in Nederland woont, zelfs waar doen het heel vlak is. Constant. Gewoon, er zit een mannetje in je oor. Er zit een mannetje in je oor. En die zit de hele dag met zo'n open dicht. Die draait hem zo open. En dat mannetje bij mij, die was ingebouwd met mijn gehoorkanalen. Dus ik kon niet meer reguleren. Dus wat er gebeurde is, ondanks ik op, nou ja, hoe hoog vlieg je, I don't fucking know, yep, waren mijn oren nog afgestemd op de grond. En gedurende die vlucht van 14 uur kwam er af en toe net één piepklein gaatje zo in mijn oor, waar je zo, hoor je in één keer zo, ping, ja. En dan gaat hij dus druk aanpassen. Alleen dat proces kan hij niet afmaken, omdat het dan weer dichtslipt. Yep. Dus je zit de hele tijd op de verkeerde drukniveaus. Net zoals dat je onder water gaat, als je te diep gaat, moet je oren klaren, want dan pas je drukniveau aan. En basically heb ik die hele vlucht op een verkeerd drukniveau gezeten, waardoor het helemaal naar de tyfus is gegaan. Oh, jezus. En dat ging van overmaat tot erg. En toen heb ik 2,5 week. Dit is vandaag de eerste dag dat ik buiten ben, terwijl ik 3 weken geleden terugkwam uit Japan. Holy shit. Ja. Ja, het is echt heel nasty. Het doet zo vliegen veel pijn, met als je oorpijn hebt, is verschrikkelijk. Ja. Maar goed, wat maakt dat uit? Het was een klein loodje, maar niet zo high als Japan was. Want dat was... Alsnog worth it, inderdaad. Ondanks dat je 2,5 week fucked was. Ja, man. Zeker. Wat was het vetste van wat je in Japan hebt gezien? Ja, ik denk toch die schimmelinfectie. Vet wat ik in Japan heb gezien.
Ik vond zelf, ondanks het wel echt zo'n toeristentrap is, een beetje trekpleister, die duizenden Torrey Gates waar je dan doorheen gaat. Ja. Dat is, dan verwacht je, het zijn er ongeveer 1000, want zo heet het. En dan verwacht je dat ze op een meter afstand van elkaar zijn. Maar al die Torrey Gates, dat is een hike van 3 uur hebben we over gedaan naar een top van een berg. En ze staan op elkaar. Dus er is nergens meer ruimte om 1 extra neer te zetten. Mm. En dat is dus een hike van 2 à 3 uur door de jungle. Door verschillende, soms klaart het op. Soms ben je diep in de jungle tussen de spinnen. En dan ben je weer hoog en dan zie je wat. En overal zijn kleine schrijntjes en van die spirit foxes die je ook in Ghost of Tsushima hebt, die dan een berichtje vast hebben. Gedurende die hike. Gewoon beeldjes zijn dat dan? Dat zijn beeldjes, ja, en okay, shrines. Ja, ja. Er zitten niet letterlijk vossen mee. Ja, ik had al meteen, ik weet niet, ik ben gewoon Japan verneuk, kan dat gewoon. Ik ben gewoon verneukt door de games en de films en de series. Maar dat is dus even ik dacht dus echt, er loopt gewoon een vos met een lichtgevende staart of zo. Nee, precies, de vos was daar. Maar nee, maar dat was super tof. En de eerste half uur is het super intens druk, want het is echt je wil je Instagram fotootje daar maken. Dat is, anders ben je niet in Japan geweest. Maar als je verder dan een half uur loopt, dan valt iedereen met een iets ongezonde BMI af. En dan ben je op een gegeven moment gewoon alleen. Want ja, niemand gaat naar die top. Maar dat was voor ons het doel. Dat is wat ik heb geleerd in gamen. Je gaat ergens naartoe, ja, dan unlock je iets en dan ga je weer weg. Dus ik wilde naar boven, naar die shrine. En dan even deze gooien, weet je wel. Zo van, en dan ga je weer weg. Precies. En dat is wat ik gedaan heb. En de laatste 2 uur waren we eigenlijk gewoon alleen in die jungle. En heel veel toekom in verdwaalde Japaner tegen. Dus dat was een hoogtepunt. Ander hoogtepunt is, we gingen naar Kanazawa. Dat is... Je hebt de Tokyo, Osaka, Kyoto route waar iedereen altijd heen gaat. Mm-hmm. Kanazawa, of Kanazawa zoals zij het uitspreken, kennelijk. Dat is wat meer up-and-coming, dus dat is nog wat geheimer. Okay. Er zijn nog niet zoveel toeristen en dat merk je ook wel. En toen zijn wij kwamen daar om 8 uur 's avonds aan. We moesten de volgende dag alweer weg, helemaal naar het zuiden, naar Hiroshima. Dus het was een Shinkansen van 5, 6 uur of zo, 4 uur. Maar toen hebben we toch besloten om om 4 uur 's nachts op te staan... om naar Kanazawa Castle te lopen. Dat is een van de oudste kastelen vanuit feodaal Japan nog. En toen hebben we daar op in die tuinen, de Ryuken tuin heet dat geloof ik, hebben we de zonsopgang gekeken, de Rising Sun. Oh, nice. In Japan, nice. Met z'n tweeën. En er was helemaal niemand, alleen maar kleine schildpadjes en een prachtige tuin. Net zoals dat het uit Avatar komt met al die pittoreske plantjes en bruggetjes. En wij zaten daar dus zo met z'n tweeën de zonsopgang te kijken, heel romantisch. En op een gegeven moment... Er kwam iemand aan voor het eerst. Er komt een man aan met het beste postuur ooit. Kaarsrecht in een yakuta, dus in van die binnenshuisse kleding. Ja. Een paardenstaart in. En hij loopt naar het uitkijkpunt. Hij wacht, de zon komt op, hij ziet de zon. Hij doet de zonnegroet, zo'n zonnegroet als die wij bij voetbal doen. Dat je lekker in vorm bent. Dat doet hij, heel spiritueel. Hij begroet de zon nog 1 keer en hij zegt iets van dankjewel of zo. En toen liep hij weer weg. En dat was zo fucking magical, dat mensen nog zo leven. Zeg maar van, ik word blij om hem... 6:30 in de file te staan. Precies, ja. Dankbaar dat de zon opkomt. En die man is dankbaar dat... En dat was zo... dat raakt je wel. Het leven waar had hij die paarden staat dan in? Was het met zo'n buttplugje zo... Nog niet, maar... Jeez, cheered, echt. Waar het hart vol dat van waren is. Omhoog. En Super Nintendo World is ook gaaf, man. Ja, oh, natuurlijk. Ja, natuurlijk, ja. Ja. Ik weet niet of ik nu al direct los moet gaan, maar misschien moet je eerst Powerpraat openen. Is dat een idee? Ja, nou ja, goed, ik wilde even weten hoe het met je ging. Ik denk dat heel veel mensen je hebben gemist afgelopen Het gaat goed, man. Of was het meer? Was het bijna 2 maanden. 6 weken ben ik weg geweest. Ja. Holy shit, crazy. Maar van 4 weken super nice. Want ik ben ook nog getrouwd in die weken trouwens. Ja. Ik nog vergeten. Lijp, ja, gefeliciteerd, man. Thanks. Ik is nog steeds lastig om te refereren naar mijn vrouw. Ik weet niet, hoe lang heeft dat geduurd bij jou? Oh, in plaats van vriendin? Ja, het voelt nog steeds raar. Ja. Nog steeds? Ja, is nog steeds raar. Jij bent zeker wel 3 dagen, 4, 5 dagen? Je voelt je meteen al een soort van volwassen of zo als je dat doet. Hebba. Scary, hè? Ja, het voelt heel raar. Scary, ja. Ja. Ik ook zo... Mijn vrouw... Ja, ja, je vrouw. Mijn vrouw die kwam door... We gingen de Shinkansen uit en dan heb je een ticket... En kennelijk heb je die ticket nog nodig voor de rest van het vervoer. Dus als je dan door Amsterdam met de trein gaat, dan kan je dat met je NS-ticket doen. Dat is daar zo geregeld. Ik was die van mij kwijt. Dus op een gegeven moment was zij al door. En ik werd gevangen, of zij werd gevangen door de menigte, dus bewoog voor. En ik stond daar zonder kaartje. Dus het was gewoon klaar, want zij had ook geen telefoon bij zich. Dus ik had zoiets van, ja, als ik er nu straks niet meer zie, dan is dit het waarschijnlijk. Dus ik loop zo in paniek, heel kort zo naar zo'n man toe. Ik zeg, hey, it's my wife. Hij zei, no ticket, no trespass. Ja. Ik zei, ja, maar... Wat dan? Hij sprak geen Engels, ik sprak geen Nederlands, dus ik helemaal vertalen. Ja, maar moet ik dan op het station slapen?
excuse van hem. Hij zei, no, you pay 100 yen. Ik zo, oh, oké, dus ik geef me 100 yen. Kom aan bij me. Ik zeg, ja, did you see my wife? Zei ik tegen iemand. Have you seen my wife? En toen dacht ik, oh ja, fuck, ik ben nu wel echt grown up. Ik vraag aan mensen waar mijn vrouw is. Dus, oké, allerlaatste wat ik dan voor nu vertel is, we gaan me zo'n, dat was dezelfde middag. Maar je hebt haar weer teruggevonden, toch? Ik heb er nog steeds getrouwd. Okay, ze is terecht. Ja. Ze woont nu ergens in Japan. Oké, cool. Andere man. Lekker rustig. Ik kwam zo'n schoolgroepje langs met kinderen. Nou, kinderen, ik denk 16, het waren er 20 of 30. En die zaten zo naar elkaar toe. Hello, how are you? En dan gingen ze keihard lachen als die een dat deed. Dus ik liep zo langs. Ik zag ze tegen Loes. Zou ik een vraag stellen aan ze in het Engels? Dus zeg maar, hier hebben ze voor getraind de hele dag, toch? Ja. Dus ik loop ze langs. Ik zeg ze, excuse me, could you help me find the loo? En die vrouw die draait zich zo om. Yes, I can help you. Dat is zo'n NPC. Ja, was heerlijk, mooi. De Japanners. Goeie tijd, mooie tijd. Ja. Inderdaad. Nou, leuk dat je er weer bent in ieder geval. Wat ik nog even wilde vertellen, want ik kwam daar de vorige keer toen we hadden opgenomen, kwam ik daarachter. Je kunt op PowerPraat stemmen voor de Podcast Awards. Doe het. Ho.nl. Ho. Dit hebben we nog nooit eerder gedaan. Omdat ik wou net zeggen, is dit nieuw of ja, zo? Ja, we zijn nooit zo georganiseerd dat... maar inmiddels... Dat verbaast me dan weer niet. Nee, Bonus Level is gewoon genomineerd geweest. Echt waar? Echt? Ja. Wij zaten in die show. Met, wij besteden wij naar... van Mark Huibrichs, Mark oh. Marie of zo. Mark Marie Huibrichs. Ja, die won alles. Hè? Die won alles? Heeft hij een alles. Podcast? Nou, dat weet ik niet. Maar hij won alles. En Mart van Rossum ook. Maar Jacco en ik hebben daar zijn genomineerd geweest. Okay. We hebben bij BNR gezeten. Nou, stem even op PowerPraat voor de Podcast Award. Wat in de leuk. Categorie ja. Games en Entertainment. Cool. In de categorie Games en Entertainment. Nou, laten we maar beginnen met de comments van de week dan. Hey. Ja? Ja. Pst, oh yeah. Pst, pst. We mogen niet doorheen praten deze keer, Cody. Pst. Comments van de week. Dit zijn de comments van de week. Comments van de week. Dit zijn de comments van de week. En de comments van de week. Ja, dat waren er weer een aantal. En deze keer ook via Spotify. Oeh. Want we hadden natuurlijk... Oeh, we hadden een poll. We hadden de mensen een poll laten... die juist gezien, ja. Er stond alleen één cruciale titel niet in, trouwens. Metaphor. Ja. Nou, jij was erbij toen we die... En ik zei ook gewoon metafoor natuurlijk. Ja, toen zei ik, ja, fuck no. Precies. Ja, het is jouw schuld. Deze wereld. Brolsen... Die reageerde. Ik heb helemaal niks met voetbal of FC25. Oh. En toch heb ik een account aangemaakt om een comment achter te laten. Nou, dankjewel Brols voor het speciaal aanmaken voor deze account. Please, kraak het af. Ik weet het niet. Zeg dat het kut is. Ik was aan het genieten van de podcast tijdens mijn wekelijks fietstochtje door de polder. Totdat FC25 ten sprake kwam. Juist. Oh. Wat ik daar hoorde, deed me wel een beetje pijn aan het hart. Mm-hmm. Mijn favoriete host, Cheert... gaf het cadeautje van de L2-knop en werd vervolgens gegoogle-shamed tijdens een 1-2'tje van Mol en Florian. Als twee lachende aanvallers lukte ze het desondanks niet om langs de laatste man van SC Heerenveen te dribbelen en er eentje in te schieten. Laat die mannen een controller oppakken en de skill issues komen vanzelf bovendrijven. Cheers. Ik waardeer je FC25 tips. Dank voor het delen van de crazy shit modifier. En blijf lekker roeren. Crazy shit modifier was het inderdaad, ja. Wij dachten dat de L2-knop de turbo was. Maar toen zei Cheert en dat... Nee, dat is de crazy shit modifier. Ja, dat is en... bijna hetzelfde eigenlijk. Maar dit is de crazy shit modifier, toch, Cody? Het is correct. Ja. Eigenlijk, ik moet je ook zeggen, L1 is dat meer. Trucjes zitten meer op L1 tegenwoordig. Oh. Nee, maar als je gewoon omhaalachtige... Ja, dat is de crazy shit. Dat noem ik zelf de crazy shit amplifier. Maar amplifier. Ik snap, wow. Ja, oké. Snap waar je vandaan komt. Is ook mooi. Nee, de vorige keer ging dus... Ik had dus allerlei trucjes. Yes. Ik dacht van ja, ik ga het toch even melden in PowerPraat. Maar had ik natuurlijk Mol en Florian. Nou, die gingen me alleen maar belachelijk maken. Ja, dan ben je echt een soort van tips aan het vertellen tegen een muur of zo. Ja, precies. Maar er zijn dus meerdere mensen... Een heel gek accent. Meerdere mensen die hebben hierop gereageerd dat ze dat waardeerden. Dus bij deze. Keep going strong. FC25 community ja, van Cheert. This is us. Okay. This is us. Ik houd me even afzijdig. Deze pauze. Asics yes. Wow. Fails, die reageerde via Spotify. Die zegt, hallo man, ik wil even wat zeggen over noobs afknallen in Call of Duty. We hadden het de vorige keer over de
skill-based matchmaking in Call of Duty. Ja. Als die tryharders lopen te janken dat ze niet in hun beast mode kunnen komen, dan moeten ze maar beter hun best doen. Ik vind dat skill rating systeem een goede toevoeging. Bedankt en fijne uitzending, guys. Nou ja, er komt weer een nieuwe Black Ops aan. En verrassend genoeg, laten we meteen even naar de poll kijken. Want er zijn zo'n 180 mensen die hebben gestemd. Oh, wauw. Dus dan kunnen we die podcast award ook fixen. Dat kan. Denk het ook. Ja, dat kunnen inderdaad. Ja. Dus via Spotify kon je stemmen. Dus niet iedereen heeft gestemd. Want niet iedereen kijkt via Spotify. Maar als we hierop af mogen gaan. We hebben 7 games in de poll gezet van de games waar je het meest naar uitkijkt. En misschien is het leuk als jullie dan even raden welke dan bovenaan. Noem de games nog even. Oké, we beginnen met Lego Horizon Adventures, Stalker 2, Flight Simulator 2024, Planet Coaster 2, Mario & Luigi Brothership, Call of Duty Black Ops 6 en Indiana Jones. Oeh. Ja, ik weet wel. Mijn top 2 weet ik in ieder geval wel. Wat is de vraag? Welke het meest waar ze het meest naar uitkijken? Ja, ik wil Super Call of Duty gewoon niet doen. Ja, ik ben daar bang voor. Maar ja, ik denk dat het antwoord is. En dus zeg ik Indiana Jones. Ja, exact. Dat het is Indiana Jones. Echt? Inderdaad. Yes! Ja, let's go! Met echt een ruime meerderheid. Met 27,3% van de stemmen. Oh, dat vind ik vet. En op nummer 2, Call of Duty. Black Ops toch weer wel. 6. Ja. Dat verbaasde me toch wel een beetje. Ja, maar heel eerlijk, al die andere titels. Wat do you mean? Hoezo verbaas je dat? Nou, dat hij niet op 1 staat, bedoel je? Ik schatte onze luisteraar iets anders in. Ik dacht dat er gewoon veel minder mensen echt geïnteresseerd zijn in Call of Duty. Call of Duty dat wat meer van die pijprokende gamers zijn inmiddels. Zo van, Call of Duty, dat doe ik niet aan. Van de pijpende gamer. Die zit echt... De plicht doet weer, zeg maar. Zo, nou, dan komt iemand het niveau weer omlaag. Ik ben weer terug. Ja. Op nummer 3, dit zou je misschien wel verbazen, staat Mario & Luigi Brothership. Dat verbaast me wel. Ja, wauw. Dat verbaast me wel. Oké. En dan, om het even af te maken, Planet Coaster 2 op 4, Stalker 2 op 5, Flight Simulator op 6 en als laatste met 12 stemmen en 6,8%. Lego Horizon Adventures. Ja, lastig. Maar is ook niet echt een game waar je naar uitkijkt. Dat is meer zo'n game die ineens uit is. En dan kom je erachter. Oh, die kunnen we wel even proberen. Precies. En het is echt zo'n lekker tussendoortje of zo. Het is niet echt een game waar je maanden naar uitkijkt. Het is niet echt zo'n hele grote, inderdaad. Nee. Andreas Vogelaar, die reageert ook via Spotify. En die heeft een leuke vraag. Die zegt, zijn er nog games die jullie uit je jeugd nooit hebben uitgespeeld? Ik moet nog steeds de Turtles van de NES uitspelen. Het zwemlevel haalde ik prima... Het zwemlevel haalde ik prima, alleen even verder zat een jump en die haalde ik nooit. Zo frustrerend. Ja, dit is denk ik wel heel herkenbaar voor iedereen eigenlijk wel. Als je... Ja, ik heb mijn antwoord klaar liggen, dus ik kan hem wel aftrappen. Ja, doe maar, want ik ben er gewoon op zoek naar de titel. Flashback op de SNES. God damn, dat is ook een goeie. Die had ik en ik had heel veel games voor de SNES. Ik was een spoiled little boy. Maar ik vond die zo vet en ik ben nooit voorbij het tweede scherm gekomen. Want als je naar links gaat, dan ging ik altijd dood. Het werd geschoten en dat was een soort van maze. En rechts was een sprong die ik niet haalde. En ik denk dat het een van mijn meest gespeelde games ooit is. Ik vond het fantastisch om niet te weten wat ik daar ging doen. Dus die heb ik nooit uitgespeeld. Het is jammer dat de remake of de reboot van Flashback, die kwam vorig jaar uit, die is volledig gereviewbombed. Die heeft echt eens of zo. Oké, twee Flashback. Ken je niet? Ja. Nee. Hey, is er niet laatst... Oh ja, ja, dat vertelde je dus. Dat, ja, maar ja, die is dus niet goed ontvangen. Want ik was toen heel erg hyped om te gaan kijken of ik echt zo'n idioot was. Of dat het... Maar ik was gewoon een idioot. Je moest gewoon naar links. Je moest gewoon niet doodgaan. Maar die heb ik nooit uitgespeeld. En Toy Story op de Game Boy heb ik ook nooit uitgespeeld. Oh ja. Die heb ik ook veel gespeeld. Herkenbaar. Right. Ja, je bent ook zo dom als kind. En je stoort je er niet aan. Je gaat gewoon opnieuw de hele tijd. Precies. En dat is inderdaad... Ik moet heel erg graven. Ik ben heel oud. dat is het, ja. Maar er was... Jeetje, Mina. Ik kom niet op de titel, echt. Er was een game op de Mega Drive. Oké. Okay. Ja, Mega Drive. En het was een beetje een RPG-adventure. Het ligt echt op het puntje van mijn tong, maar ik kom er niet op. Misschien straks ineens roep ik ineens een titel en dan weet je... Oh ja, dat uit het niets? Het was een heel klein poppetje gewoon, waarmee je door de wereld heen ging. Je moest een beetje slash. Het lijkt een beetje op Zelda, maar dan 2D. En daar zat een dingetje in. Hij had een panfluit. En je hebt met sommige puzzeltjes dat je zeg maar die panfluit in een bepaald rieltje moet afspelen. Oh. En dan gaat er shit open.
En ik was zo jong dat ik halverwege de game moest ik weer zo'n riedeltje doen. En ik kreeg dat gewoon niet voor elkaar. En ik heb het zelfs, dat weet ik nog, zelfs mijn moeder het geprobeerd te laten doen. Want je moest het echt, het is best wel een lange sequence die je moet doen. Precies op de maat van die shit. En dat kreeg ik gewoon nooit voor elkaar. En dat heb ik nooit gedaan. En dat heeft altijd in mijn achterhoofd gezeten. En ik heb altijd gedacht, als er ooit een remake uitkomt of Dat had ik dus met Flashpoint. Dan ga ik ervoor, maar dat is nooit uitgekomen. Maar weet je hoe die heet? Of? Nee. Nou, maar dan is mooi, dat is goed voor de engagement. Kunnen mensen gaan reageren? Inderdaad, misschien inderdaad de wat oudere gamer die dit ooit heeft gespeeld op de Mega Drive. Met die panfluit, misschien zeg je wel meteen van, oh, dat is dat. Ik vind het wel een heel uniek concept. Een Zelda-achtige game met een panfluit? Ja, het is gewoon, het is gewoon zo'n feintje. Ocarina, zeg maar. Ja, precies. Ja. Maar dan way daarvoor. En het was veel simpeler. En ik weet echt niet hoe het heet. Wacht even, de Zelda heeft gewoon dit geript. Dit concept gestolen. Dat weet ik niet of het echt daar vandaan komt. Ik weet ook niet of het zo'n... Een Zelda lijkt me een panfluit. Oh, maar het is inderdaad wat je zegt. Want ik had die game niet zelf. Maar dat vroeger in mijn tijd, en opa praat, huurden we games bij de videotheek. Ja, Dr. Games. En dus inderdaad, ik heb die game wel 20 keer gehuurd of zo. En elke keer begon ik weer opnieuw. En kwam ik na uren spelen weer op dat punt en redde ik het weer niet. Oh. En dan hield het weer op. En dan een paar weken later dacht ik weer, ik ga toch weer een keer proberen. En dan huurde ik hem gewoon weer. Ja, maar het was magisch. En dan speelde ik wel die eerste paar uur. Dus die eerste paar uur, ik denk dat als ik dat weer opzet, dat ik het kan dromen. Maar het is zo lang geleden nu, echt. Holy shit. Ik ga daar research op doen, welke game dat was. Maar speelden jullie voor de rest alles uit? Nee, beslist niet. Nee, maar, dat is echt een ding wat een beetje aan me knaagde, zeg maar. Ja, wat echt is blijven hangen. En nee, zeker niet dat ik alles uitspeelde. Fuck no. Ja, ik heb echt meerdere... Eigenlijk speelde ik nooit iets uit, volgens mij. Want ik bleef altijd hangen in het eerste level of zo. Ik weet toch wel dat ik heel ver kwam in Prince of Persia. Die eerste, zeg maar. Oeh, ja. Dat was best wel pittig. Ja, heb ik ook nooit uitgespeeld. Dat op een gegeven moment kwam je ook in andere gedeeltes van het kasteel. Want in het begin was het dan een beetje blauwig. En later werd het dan ook roze. En weet je, kwam je weer meer in de suites van de sultan. En dat is echt heel moeilijk, inderdaad. Maar ik weet niet of ik die ooit heb uitgespeeld, maar nee, heb ik op een gegeven moment kwam je tegen een schaduw en zo. Volgens mij moest mijn broer dat dan altijd even doen. Tegen een schaduw? Oh, precies. Ja, je moest tegen je eigen schaduw of ja, zo. Ja, dat geeft me Zelda 2 vibes. Dat is de moeilijkste eindbaas. Dit komt echt... Zelda heeft alles gejat, hoor je dat? Ik was het zeggen, ik ben... Die hele game is... Maar ik weet bijvoorbeeld ook, waar ik heel erg wild van was, Thaxter. Ik weet nog wel dat ik jaren geleden kwam ik nooit op die titel van die game. Maar toen heb ik het ooit een keertje in pauwpraat gezegd. Maar dat was je een robot en dan kon je veranderen in een vliegtuig. En dat was echt awesome. En dat vond ik ook te gek. Maar volgens mij heb ik dat ook nooit uitgespeeld. Dat is typisch zo'n game. Dan blijf je een beetje hangen in het begin. En dat vind je ook wel oké. Precies. Dat je blijft het maar. En Police Quest moest ik op een gegeven moment... Dat kon ik natuurlijk. Ik was toen 5 of zo. Ja. En je moest alles intypen wat hij moest doen. Dus get gun. Oh, weet je, dat soort shit. Get key. En dan. Yeah. En toen had mijn neef, die had toen. Dit heb ik volgens mij zoals eerder gezegd. Dat hij zelf een walkthrough heeft gemaakt. Dus getypt. Dat is sick. En uitgeprint. Wow. Op zo'n printer met van die gaatjes aan de zijkant. Wow. En dat heeft hij toen aan ons. En dan ging ik dus dat spelen met die guide. Met die hele guide. En die heeft hij toen dus helemaal zelf gemaakt. Toen was er geen internet. Wat cool. Zet het voor zijn tijd. Shit, ja. Ja, geniaal. Ja, het is mooi. Maar, ja, die games die je gewoon... Je hebt misschien 1/3 gezien, maar het is een van je meest vivid plekken waar je in je hoofd naartoe kan gaan van vroeger. Ja, ja, er zijn altijd wel van die dingen. Ik had bijvoorbeeld ook een soort van zo'n nep Game Boy met een turtle spelletje erop. Dan kon je moest dan zwemmen. En dan had je allemaal dingen die door het water gingen. En dan moest je April moest je redden op een gegeven moment. En je moest de hele tijd heen en weer. Maar het werd steeds moeilijker. Ik kan niet, die muziekjes kan ik gewoon echt dromen. Erg nog. Is dat, hè? Ja, man. Ja. Zeker vooral als je doodgaat. Man. Ik had... Trauma's. Ik denk iets van 4 jaar terug. Iets langer geleden. Maar in ieder geval, mijn neefje was denk ik 7 of zo. En die begon in gamen te raken. En dat was een vakantie waarop we met de hele familie gingen. En wat we altijd doen, mijn broers en ik, als we samen op vakantie gaan, wat we al jaren niet meer doen, maar destijds. Altijd een nieuwe save game Pokémon en dan gewoon de hele nacht doorspelen, zodat je kan zeggen, ik zit al in level 30 en hij is pas level 10. Op een gegeven moment komt mijn neefje naar me toe. Ik denk 4 dagen zaten we op Mallorca, zaten we al te spelen en hij komt naar me toe. Hij zegt, hoe kan het nou dat jullie al daar zijn? Ik ben pas weer hier. Ik zeg, hoezo is je Pokémon level 6? We spelen al 3 dagen. Hij zegt, ja...
Dus jullie gaan elke ochtend heel vroeg opstaan of zo dan? Ik zeg, nee, zo. Hij begint elke keer opnieuw. Hij wist niet dat hij kon zeven. Oh. Die man was al 2 jaar Pokémon aan het spelen. Dus ik loop naar mijn tante toe. Ik zeg van, heb jij hem nooit verteld dat hij kan... Nou, dat verklaart het, zeg ze. Ja, nee. Ik dacht al, wat vinden jullie toch zo leuk aan die spelletjes? Oh. Dus die wist niet dat hij kon zeven in Pokémon. En toen dacht ik, ja, fuck, dat zullen wij ongetwijfeld ook gehad hebben vroeger soms. Dat je het gewoon niet wist. Ja, oh, fuck. Dat hij heel makkelijks kon. Zeker. Ja. Ja. Ja, zeker. Ik zit meer te denken ook inderdaad, zijn er games van vroeger die je nu wel hebt uitgespeeld? Mega Man heb ik, Mega Man 10 precies. Op de SNES. Want ik had een bureau waarin ik al die codes ging opschrijven. Oh. Met een permanent marker. Ja. En ben ik nog flink over het been voor gegaan. Over save data gesproken. Over save data gesproken. En dat bureau had mijn moeder op me te vangen toen ik terugkwam op vakantie. Dus ik wist niet meer waar het was. Al die codes Mega weg. Man, al die codes weg. Ja, voor haar zegt het niks, maar voor mij was het letterlijk woman. Het begin weer opnieuw. Woman. Ja. En die heb ik toen inderdaad 4-5 jaar terugkeer uitgespeeld. Het voelde heel goed. Het voelde heel goed. Nice. Ja. Ik heb dat met Sonic. Ja? Sonic, wow. Sonic die pakte mij zo hard, jongen. Ik zat bij mijn nichtje. Maar Sonic is dat... Oh ja. Sonic pakte mij heel hard. Ik weet wel zo blauw heel, ziet. Heel snel. Maar Sonic is wel precies zo'n game waarvan je als kind... Dan maakt het geen reet uit nee. of je hem uitspeelt of nee. niet. Want je gaat gewoon als een malle moer. Heel veel je, verder je dan, die, ook zo. Dan wereld 4-5 kwam ik nooit inderdaad. Ja. En dan begon ik gewoon weer opnieuw. Dat is oké. Okay. Het was gewoon te moeilijk. Maar inderdaad, later heb ik dat wel gedaan. Echt helemaal uitgespeeld. En dat was wel even een momentje voor me. Ja. Zeker. Ja. Jij niet, Jay? Heb je FIFA 94 uitgespeeld of zo? Heb je die uitgespeeld, ja? Toevallig. Of toch eindelijk een keer een potje gewonnen? Nee, ik weet het. Nou, nee. Nee, ik speel nooit echt meer die games terug. Die ik ook niet meer, maar als ze opnieuw worden uitgegeven, dan af en toe wel, zeg maar. Ja. Dus die Sonic games die zijn allemaal opnieuw uitgegeven natuurlijk. En toen dacht ik, oh ja. Maar hoe belangrijk is het uitspelen van een game voor jullie, in general, in deze tijd? Ja, belangrijk. Wel, hè? Nou, ik vind het niet zo belangrijk, eerlijk gezegd. Kan jij een Final Fantasy achter je laten als je halverwege bent? Dat heb ik letterlijk gedaan. Die cheert, jongen. Nee, maar ik zou dat niet kunnen. Maar weet je wat ik doe? Ik speel tot ik verzadigd ben. En dan denk ik van... Vanaf nu begint het me te irriteren. Of begint het de begin me een beetje te schuren. Dat ik denk van, nou, ik wil eigenlijk niet meer verder spelen. Begint het werk te lijken? Ja, maar dan denk ik van, oké. Dan heb ik hier mijn plezier uitgehaald. En dan ben je klaar. Dan ben ik klaar. Dat heb ik ook met Rebirth gedaan, inderdaad. Sick. Zelfs met, wauw. Ik heb die bodemdrang wel, hoor. Ik moet het echt doorzien. Ja, maar ik kom dan gewoon op een bepaald moment. En dan denk ik van, ja, ik vind dit eigenlijk niet zo leuk op dit moment. Dan ga ik liever wat anders spelen. Ik heb dat moment nooit. Nee, je bent dat ik het niet meer leuk vind. Nee, ja, halverwege mijn platinum of zo begin ik te denken van... Goh, is dit nou wat ik moet doen op de 30ste in mijn leven? Het is een beetje afhankelijk van wat je nog allemaal moet doen. Voor maar als je die gewetensgedachten uit kan zetten... Ik heb het ook wel eens inderdaad tijdens Trophy Hunt. Heb ik het ook wel eens. Ja. Nou, maar ik heb Astrobot op platinum gehaald. Precies, maar daar had je geen moment dat je dacht... Nou ben ik het zat en ik heb er geen zin meer in. Nou, ik was letterlijk... Ik lag letterlijk met 40 graden koorts op de bank. Ja, okay. En ik had echt een soort van rare ervaring met Astrobot. Die, pardon? Jij bent hard gepakt door Sonic? Nee. Wat gebeurt hier allemaal? Ik ben 1 week dus weg. Stel je voor, je bent echt al dagen ben je geveld met de koorts. En je bent proberen challenge levels in Astrobot aan te halen. Dat is gewoon niet handig. En die muziek en die... Jongen, ik werd helemaal... Maar echt, waarom speel je niet iets relaxed? Ik was echt een soort van... Ja, maar ik weet het niet. Ik kon het niet. Ik had gewoon niet de beslissingskracht om te zeggen van... Hey, ik ga eens wat anders doen. Ik lag namelijk echt gewoon... En die muziek en het ging maar door. Het ging maar door. Op een gegeven moment kwam Therese thuis van de werk. En die kijkt me aan en zegt, alles goed? Ik zeg, je moet even bijkomen. Ik zeg, wat, hoezo? Ja, ik word helemaal lijp van deze game. Waarom speel je het dan? Ja, ik zeg, ja, maar ik moet die platinum. Ja, precies. I don't know, man. Dat is ook gaming. Ja. Ja, ik weet niet of het een gezonde relatie is die wij hebben met gaming. Maar het is absoluut dat onderdeel weet ik ook van. Nee, maar ik heb dit dus bijna nooit. Maar ik heb bijvoorbeeld Rebirth ben ik gestopt tot op een gegeven moment zo'n vliegend schip of zo. Daar kwam ik toen... Zo'n vliegend schip. Ja, echt. Klaar met deze discussie, echt. Huh? Welk vliegend schip hebben we het over? Ja, dat is nog, ben je op de Gold Soldier gewoon bij Sith. Gewoon helemaal op het begin? Ja, houd het goed, man. Dat is niet op het begin. Volgende onderwerp. Ik zit, ik zit er al iets van 40 uur in. Nou, ja, dan ben je op het begin. Je hebt nog niet eerst de titelscreen gehad. Ja, nou, dan is het voor mij pijn om te zeggen dat je dat nog niet dan is het voor mij ook wel goed. Ik heb niet de platinum van Rebirth. Nee, en daar ga ik me ook niet aan wagen. Want ik ga niet nog een keer door. Ik ga misschien... Ja, voordat deel 3 uitkomt. Op de pro ziet het er echt zoveel fijner uit. Misschien ga ik hem nog een keertje spelen op de pro. Misschien. Maybe. Daar zeg je me wel wat. Misschien. Ja. Hoe dan?
Ik heb alles inderdaad, behalve nog die extra playthrough. Ja, op hard. Ja, die challenges. Pittig zijn hoor. Ramon, die zegt, persoonlijk kijk ik heel erg uit naar Subliminal. Een echte cheered game. Wink. Was die wink ook zo seksueel? Of was dat... Nou, dat is gewoon letterlijk een simpel winkje. Maar nee, ik wilde hem toch even overdragen. Misschien stond er tussen haakjes erotisch achter. Erotisch nee, winkje. Nee. Maar hebben jullie van Subliminal nog gehoord? Nooit van gehoord? Nee, het is, ik heb dus de trailer even bekeken. En ik was al meteen in de... Nope. Oh, het is niet echt een cheered for game. Het is niet echt. Oh, nee, is het horror? Het is, je bent in een waterpark. Dus met van die glijbanen en dat soort shit. Oké, dat klinkt tot nu toe leuk. En je bent daar alleen. Klinkt nog steeds leuk. En er is een soort van een voice-over, een stem die je begeleidt. Nog steeds leuk. En het wordt echt eng. Dus er zijn ook monsters daar. Maar je bent dus eigenlijk... Ja, je gaat met de glijbaan naar beneden bijvoorbeeld. En je gaat naar een andere glijbaan. En in één keer zie je in je ooghoek in één keer iets staan... En dan... Die trailer is wel heel erg dat je denkt van... Holy shit. Dus wist je dat je in je blote reet van de glijbaan moest? Ja, tuurlijk. Dan ga je hard. Gast, anders ben je geen kind geweest. Precies. Als je dat niet weet. Maar dan kan je toch ook gewoon in die game doen dan? Fair van enough. Hup, broek naar beneden en doei! Het is een VR-game, Florian. Dus jij mag inderdaad... Hey, dat is vet. Met mijn blote reet kan ik... Kijk. Awesome. Wel voor die fully immersie. Wel even, awesome. Ja. Echt ook gewoon zo. Ja. Vet. Maar dankjewel voor tippie, Ramon. Voor de mensen die horrorgames leuk vinden. Misschien is dat wel iets voor jou. Het ging nog wel echt om de games waar we naar uitkeken dit jaar nog. Mm-hmm. Undiffused zegt bijvoorbeeld... Met Mario en Luigi Brothership, Dragon Quest 3 Remake en Indiana Jones zijn er sowieso al 3 toffe games die nog uit moeten komen dit jaar. Plus de rest nog. Al met al is 2024 een prima gamejaar. En zo kijken er wel meer mensen naar uit. Maar niet iedereen. Anjaka die zegt bijvoorbeeld, ik denk dat dit jaar een slecht gamejaar herinnerd gaat worden. Vooral door de big budget games die keihard gefaald / zwaar teleurgesteld hebben. Denk aan Concord, Star Wars Outlaws, Unknown 9, Dragon Age Veilguard. Dan neemt hij al een beetje een schot voor de boeg dat Dragon Age Veilguard niet goed gaat worden. Maar... Ja, maar dat zit er dik in. Ja, ik ben ook niet per se heel... Zien we van verder aankomen. Ja. Maar wordt een jaar getekend door blockbusters? Ik weet niet, man. Nee, goed, kijk, denk dat aan 2019 of zo, denk aan in ieder geval Vampire Survivors of zo, of Hades. Ja, dat zijn uiteindelijk de games die zo'n jaar... kleur geven. Het hoeft niet per se grote AAA-games te zijn. Dat vind of zo. Ik ook niet per se. Nee. Gewoon toffe games. Maar ik ben het wel eens met dat we die dit jaar ook niet echt nu toe heel veel hebben gehad. Was het wel echt een uitschieter? Nou ja, Bobby is het met je eens. Die zegt, ik vind games zoals Call of Duty Black Ops 6, Mario & Luigi Brothership, Microsoft Flight Simulator, Stalker 2, Diablo 4, Vessel of the Hatred, mm-hmm. Indiana Jones and the Great Circle, niet de minste uitbreidingen en games die nog uit gaan komen tot het eind van dit jaar. Snap de ironie van de quote ook niet. Want de quote, de titel van de Pauwpraat was... Het wordt helemaal top. En dat was eigenlijk een beetje omdat... Met een beetje met een knipoog. Ja. Ik snap hem, oké. Of is dit vooral gericht naar exclusieve PlayStation 5 games? Want daar komt inderdaad niet veel boeiends uit tot het einde van dit jaar. Behalve remasters, remakes en een Lego game. Ja, daar heeft hij wel een punt. Ja, klopt. Ja, wat zegt meneer... PlayStation. Zit je nou naar mijn pet te kijken? Of dat nou, ik dacht, ja. ik zag je kijken. Uitgeest. Geen PlayStation. Wel een E3-jasje. Dit zijn collectors items tegenwoordig. Holy die shit. Gaat duur worden. Ik denk dat we het allemaal hiermee eens zijn. Sony die heeft inderdaad geen grote klappers echt aan het einde van dit jaar. En dat is jammer. Maar ik denk dat we wel over het algemeen kunnen zeggen dat er zeker toffe games zijn uitgekomen en ook nog wel komen. Het zijn alleen inderdaad echt die hele grote AAA-games die er misschien even niet zijn inderdaad eind dit jaar. En dan vooral inderdaad die grote Sony-klappers, die zijn er gewoon niet echt. Ja. Ik denk dat hij gelijk heeft. Er zit niet echt iets bij om aan je vriendengroep aan te raden per se. Dat ben ik wel met hem eens. Het is ook, misschien is dat extra pijnlijk, er is niet echt een game bij of zo. Een nieuwe game waarvan je zegt, kijk, ik heb een pro. Ja, nee, klopt. Check hoe vet. Ja. Maar ik kijk wel heel erg uit, bijvoorbeeld, ik hoorde net Dragon Quest 3 Remake. Ik ben een leek in Dragon Quest en ik wacht al mijn hele leven om daar een keer echt in te duiken. Ja, super vet echt.
En nu kunnen we het dus ook nog eens chronologisch gaan beleven. Want deel 3 komt eerst uit. En daarna heb je nog 1 en 2 HD2D remakes. Ja. Ja. En dat is wel echt iets wat dik op mijn horizon staat. Ja, vind ik ook tof. Zeker. Heel tof. Ja. Ja. Er was Mr. 1980. Die kwam ook nog met een comment. Die zei zelf, kijk dit jaar najaar alleen nog naar uit naar Silent Hill 2 remake. Mm-hmm. En die komt al volgende week uit. Dat is vorige week. Die is inmiddels uit. Als ik mijn PlayStation 5 Pro op 7 november binnenkort heb, ben ik van plan om eindelijk Spider-Man 2 te spelen. Oeh, ja. Pak je. Als je dat nog niet hebt gedaan inderdaad, dan is dat een hele mooie ja, pro. Die heeft hij vorig jaar geskipt en kan hij straks mooi de PlayStation 5 Pro Enhanced Version Vet. Spelen. Ik moet je zeggen ook dat, en dat is een beetje een soort van de pre-fun. Mm-hmm. Ik ben een beetje een lijstje aan het maken van games die ik op de PS5 Pro... Oh, hij belt de PS5 even Pro, de PS5 Pro. Ja, hij belt even... Hallo met Pro. Het is Simon. Hey Simon, tof dat je even opneemt. Want we hadden net een comment en die ging over Silent Hill 2. En ik dacht, nou, er is er iemand die heeft die game wel gespeeld. En hij is volgens mij enthousiast. Ik ben razend enthousiast. Ik zou je vertellen, ik zat het hele jaar een beetje in dubio omdat ik 2 games had die aan het strijden waren om de veelbegeerde Game of the Year titel. En ik kwam er niet helemaal uit. Er waren Hellblade 2 en Final Fantasy 7 Rebirth. En toen kreeg ik Silent Hill binnen. Speelde ik die uit en toen dacht ik, die discussie is totaal niet meer nodig. Silent Hill 2 is fucking perfect. Wat is er zo... Want uiteindelijk was Silent Hill 2 was eigenlijk al een goede game. Is dit een beetje zo'n Resident Evil-achtige remake? Nee, ik zat er toevallig net aan. Ik ben toevallig nu met mijn zoveelste playthrough bezig. Dus zat ik er even aan te denken. Resident Evil 2 maakte wel echt, zeg maar, iets heel anders dan het origineel. En dit is meer Silent Hill intact gehouden met een hoop toegevoegd. En ik heb de Resident 2 een beetje vanaf de grond af aan van, hey, we gaan met een andere blik erin. En dit is aan de ene kant een hele andere game. Weet je, de camera is niet meer statisch. Er zijn puzzels toegevoegd, dialogen toegevoegd. Het is helemaal allemaal 2024 proof. Alleen het is wel gewoon Silent Hill 2 in een modern jasje, maar dan met een hoop er bovenop tussendoor gesmeerd door die polen van Bloober Team. Ja, want Bloober Team... Jij zei Silent Hill 2 was natuurlijk een fantastisch game. Dat was het. Dus heel veel mensen zeggen van ja, Silent Hill 2 is een beetje eigenlijk het onaantastbare summum van het psychologische horrorgenre. Maar die game die wil je nu echt niet meer spelen. Dat is best wel behoorlijk verouderd. Ook qua gameplay was het toen al onwaarschijnlijk clunky. Ja, en die clunkiness, dat is nu eigenlijk verdwenen. En dat is nu eigenlijk gewoon de perfecte game geworden dan, begrijp ik. Ja, ik vind het de perfecte game. De clunkiness is zeker verdwenen. Het is wel, je moet bij een goede survival horror heeft altijd een beetje zo van, oh, het vecht is best wel niet zo 1, 2, 3. En dat is wat Silent Hill ook doet. Je bent niet een Resident Evil Stars soldaat of wat dan ook. Je bent gewoon een regular dude die zijn vrouw verloren is en die komt in die stad terecht. En dat merk je ook wel. En het is soms een beetje knullig en onbeholpen. En dat doodje is niet allemaal zo, oh, net zo lekker als in Metal Gear Rising, ik noem maar iets. Maar dat maakt het ook wel, dat geeft het wel een lekker sausje. Dat is heel bewust gedaan allemaal. Dat is eigenlijk alles in Silent Hill 2. En ja, ik heb echt die hele playthrough, ik heb hem voor PNL en voor het magazine ook gereviewd. En de hele tijd zitten denken, oké, stel ik moet een kritiekpunt geven. Wat is het dan? En ik kan letterlijk, dat heb ik niet vaak, maar ik kan letterlijk niks bedenken. Echt niks. Nou ja, je kon één ding bedenken volgens mij, want ik heb de review gelezen. En dat is geen minpunt. Maar ik heb wel gezegd, kijk, deze game nu uitbrengen. Zij bouwen wel voort op een blauwdruk van Silent Hill 2. En een groot deel van deze game, van de impact, gaat wel daaraan verloot. Is niet dat je denkt van holy fuck, hoe komen ze op dit verhaal? En ik ben helemaal weggeblazen door het verhaal, want sommige mensen kennen dit verhaal. Maar als je deze game nu had uitgebracht zonder dat er ooit een origineel was geweest, dan had ik denk ik letterlijk een 100 gegeven. Ik heb nu 91 eronder gezet. Ik heb gezegd van ja, deze game doet alles goed. Het is wel, einde van de rit, is het wel gewoon een game die we... ja, wat ik zeg, weet je, het verhaal en alle symboliek die deze game zo sterk maakt, veel van die puzzels, is natuurlijk wel gewoon hetzelfde gebleven. Of in ieder geval in hetzelfde hokje. En dat haalt het voor mij, dan vind ik het gek om dan in één keer met een 100 te gaan lopen smijten. Maar verder kan ik niks negatiefs bedenken. Oké. En denk je dat er nog Silent Hill 1 remake komt? Want ja, maar dit moet.
Ja, nee, Konami is natuurlijk onafvolgbaar de afgelopen jaren geweest, nadat ze ineens vertrokken. Nu hebben ze Silent Hill 2 en Metal Gear 3, die remake zit natuurlijk ook aan te komen. Ik hoop en ik denk wel dat dit ook commercieel een succes kan worden. En dan is er echt maar één ding wat je moet doen. Je moet niet tegen fucking Bloober gaan zeggen, maken jullie even een nieuwe Silent Hill. Want hoe goed ze dit ook doen, ik geloof niet dat ze daartoe in staat zijn. Alleen één... Ze hebben wel wat originele IP's gemaakt, hè? Layers of Fear bijvoorbeeld. Ja, maar ze zijn echt allemaal drollen. Echt elke game die zij maakt, is gewoon een rol. Ja. Ja, met een fantastische... Zij waren supergoed in sfeer. Ja. Medium bijvoorbeeld, die launchtitel voor de Xbox, had waanzinnige sfeer. Maar was qua verhalen en zo echt zo... Nee jongens, jullie zijn echt Silent Hill 2 van de AliExpress. En dan nog krijg je het verkeerde pakje binnen. Dus je moet hun... Ik geloof nog niet dat zij zo ver genoeg zijn om een eigen originele Silent Hill te maken. Maar laat ze alsjeblieft één remaken die ik... Ik denk de consensus is Silent Hill 2 is best in de serie. Ik ben zelf super heel hard fan dat eigenlijk mijn eerste ook was van Silent Hill 1. En Silent Hill 3 kun je niet doen zonder dat je Silent Hill 1 hebt geremaked. Dus je komt eigenlijk alle wegen zouden moeten leiden naar het origineel. En jongens, dat... nou, dan schrijf mijn goat hier voor 2028 ook maar op, hoor. Oké, nou Simon, dankjewel. Voor de mensen die Silent Hill tof vinden... Er is een hele vette remake. En misschien komt er ook nog een aan. Dankjewel, Simon. Oké, dag jongens. Doei. Doei. Dat was Simon Silent Hill, niet te verwarren met Simon Seilemans. ik was al zo leuk aan het wachten. Oh, je zat te trappelen. Hij is wel leuk. Hij is wel leuk. Super grappie. Nee, Silent Hill 2 dus. In één keer een goede game. Heel vet. Precies wat je zegt inderdaad. Bloober die had een beetje een soort van moi-games of zo. Maar inderdaad, misschien... Precies wat Simon zegt. Misschien kunnen ze dit heel goed. Ja. Weet je, dus als ze een soort van inderdaad blauwdruk hebben van hoe het eruit moet komen te zien ongeveer. Ja. En daar geven zij een invulling aan. Dan werkt het ineens of zo. Maar als zij een eigen ding doen, dan is het misschien een soort van too much. Misschien ik weet het niet. Het is misschien een beetje overdreven, maar je zou ook Bluepoint niet de nieuwe Demon's Souls laten maken. Maar die remake doen ze heel goed. Dus. Ja, dat is ook waar, ja. Maar goed, laten we niet Bloober wegschuiven als een remake-studio. Dat zou ook een beetje respectloos zijn. Dat klopt inderdaad, maar niet wat ze zijn inderdaad. Nee, maar deze game springt er wel heel erg uit voor die dus studio, wel heel zeg goed, maar. Ja. Dus nou, misschien hebben ze nu geleerd hoe het moet. Ja, beetje. Ja. Oké, let's go. Nog even weer... even dat meme-pie nog. Een nachtbrenger... Die begint in doet hij de nachtwacht? Ja, hij, als hij wil. Die begint met een Friese uitspraak. Het is een Fries blijkbaar. Okay. De boekenmandjes, wat een tierenijskerige sturing. Wat zegt hij, Cody? Godverdomme, wat een lekkere podcast maken jullie, zeg. Lekkere aflevering hebben jullie. Daar komt het wel een beetje op neer. Maar ik heb hem geselecteerd omdat hij zegt... toch even een shout-out naar Sam en Cody. Ik luister deze podcast juist zo graag... omdat jullie met passie praten en dan ook een... ook de overfixatie op bepaalde games. Dat het soms wat doorslaat, is juist fantastisch. Dat inmiddels staan Castlevania en Spelunky 2 op mijn Steam wishlist, wachtende op een sale, waarna ik ze waarschijnlijk nooit ga spelen. Maar toch, ze staan er. Anyways, F in de chat voor Florian. Dat ging vanwege jouw PlayStation 5 Anniversary Edition. Dikke F's, ja. Daarover gesproken trouwens. Frax die reageert er ook nog onder. Er waren heel veel comments. En ik heb er nog zeker niet allemaal. Maar ik denk van ja, ik vind het wel zo leuk. Dat als mensen een comment achterlaten. En dat hebben jullie in massaal gedaan. Dat vind ik heel erg leuk. Ik wil dat zeker nog wel even bespreken. Die zegt helemaal loco. Jij zegt namelijk op een gegeven moment. Onder de 2000? Ja, dan bestel ik er nog wel eentje. Waar gaat dit naartoe jongens? Ik vond een paar jaar geleden een 55... inch QLED TV van 1000 euro al een bak geld. Ben ik nou de enige die dit helemaal krankzinnig vindt? Ook al is het een collectors item. Ik ben het volledig met je eens, Frax. Ik denk oprecht dat de resale value van zo'n... dat je er nog winst op maakt met 2K. Dus dat vind ik het een lastig geval. Maar ik moet zeggen, de aankondiging van PS5 Pro 800 stickers... daar had ik wel datzelfde gevoel. Ja, maar je koopt het ding toch niet om te resellen? Ik bedoel... Als echt wordt neergekeken als echt gamer op resellers. Dat doe je niet. Nee, maar het is wel gewoon inboedel. Ja. Uiteindelijk. Ja. Als jij moet kiezen of een hartoperatie of je PlayStation Anniversary. Jeez, ja, natuurlijk ga je voor een hartoperatie. What the hell? Want dan ga je voor een hartaanval. Nee, voor de hartoperatie. Dus dan is het toch inboedel. Dan is het toch inventaris. Ja, natuurlijk. Dat is in ieder geval hoe ik mijn Pokémon kaart obsessie verantwoord aan mezelf. Zo van, hey, a rainy day. I could just sell the bunch. Oh, het is niet te doen, maar...
Nee, dan ben je echt... Dan moet ik elk kaartje eerst laten graden. Ah, true. Goed, anyway. Ja. Het is een manier om je... Het is inderdaad... Ja. Het, laten we eerlijk zijn, het is krankzinnig. Ja. En dat is het. Ja, het is krankzinnig. Het is echt niet normaal, ja. Ik zeg dat zelf ook. Blij dat je het zelf ook... Ja, het is krankzinnig en toch gaat het lukken. Heb je hem al? Ik kom hier volgende keer uitgebreid op terug. Oh shit. Maar ik heb hem... Nee, ik heb hem nog niet. Maar ik ben heel... Nee, ik vind als iemand een Nederlander moet hebben, dan moet jij hem hebben. Ik zag wel mensen in de comments dat vriendinnen voor hun de show hebben gestolen. Ik wil dit echt volgen. Ik heb hartverwarmende verhalen. Maar echt, I'm blessed. Oké. Okay. It's crazy. Maar volgende keer. Vet man. Oké. Okay. De laatste comment dan even. Die is van Maatstaaf. Ik vind het een jammere zaak dat jullie bij PowerPraat het helemaal niet hebben gehad over de Dutch Game Day en de Dutch Game Awards. Ook heb ik helemaal niks gehoord over het uiteenvallen van de Dutch Game Garden. Ik had stiekem wel iets meer verwacht van Nederlands meest populaire gameblad. Zo. Dat is een goede emoticon. Wat een blik inderdaad. Ja. Ik deed die... die slide. Ja, zeker. Dat was exact. Holy moly. Je hebt helemaal gelijk, Maatstaaf. En onze welgemene excuses daarvoor. Het is niet langsgekomen. Maar Dutch Game Garden gaat inderdaad sluiten vanaf 2025. En het is een waanzinnig initiatief, altijd geweest. Ja. Echt iets van, ik heb gelezen dat iets van 160 ontwikkelaars door de jaren heen daar een plekje hebben gehad. Wow. Dus wow. Uiteindelijk, het was een initiatief waar kleine ontwikkelaars een plekje konden hebben. En daar ook met andere ontwikkelaars een soort van elkaars demo konden testen, feedback konden geven. Het was echt een soort van een broeinest voor toffe nieuwe indie titels en ontwikkeldingen. Dus het is jammer dat dat vanwege lagere subsidies gaat stoppen. Dus dat is wel echt sad. Ja. Laten we dan ook maar even over de Dutch Game Awards hebben. Want vond ik heel erg leuk. Ik had nog nooit van Newstower gehoord. Totdat ik de Dutch Game Awards zag. En dat was de grote winnaar. De Newstower van Sparrow Knight. Hmm. Dat is een Nederlands ontwikkelaar natuurlijk. En je bent daar een. Je maakt daar een krantje. Soort van, het is echt heel cool. Dus voor de mensen die dit soort games leuk vinden, een beetje van die simulatorachtige dingen, echt een heel leuk stijltje, muziek fantastisch. Ze hebben iets van 3-4 awards binnengesleept bij de Dutch Game Awards. Dus ga die zeker even bekijken. En bij deze dan het Nederlandse game nieuws voor Maatstaaf. En natuurlijk voor de rest ook. Ik vind het vast ook wel leuk. Ja, ik moet zeggen, ik ben nog wel in contact geweest ook met de organisatie. Of wij er rondom iets wilden doen, in ieder geval op de website. En dat was ik voornemens, maar toen werd ik ziek. Dus het is me voorbij gegaan. Oh, dus ik ben deels to blame misschien wel. Ja, ja, dus dat moet je nooit meer doen. Nooit meer ziek zijn. Nee. Okay. Nee, dat sowieso niet. Of gewoon nooit meer opnemen als ze bellen. Kun je het ook niet fout doen. Ja, toch? Ja, nee, ze belde je ook echt. Nee. Nee, maar dat is voor het verhaal makkelijker. Doe maar gewoon niet ziek zijn. Dat is beter. Maar gewoon gezond zijn. Ja. Oké. Okay. Ja. Okay, nou, dan kunnen we nu eindelijk eens een keer hebben over wat we hebben gespeeld. Oké. Okay. Hit me. Zal ik? Ja, zal ik? Heb je een anekdote? Ik heb ook zo'n. Ja. Ik heb ook zo'n. Laten we eerst de normale shit, een metafoor. Oh, natuurlijk. Refantasio. Metafoor. Ik was voor metafoor Ik wacht even. Metafoor is een soort van persona, maar dan een soort van de nieuwe stijl, toch? Ik vond persona echt fucking boring. Waarom moet ik ga het met Cody, waarom, ga ik het over metafoor hebben. Nee, dit is een constructieve... Ja, met die blik van je. Ik zie het aan je. Heel constructief dit. Ja hoor. Waarom zou ik, als ik persona niks vond, toch metafoor gaan spelen? Niet. Nee? Nee. Gewoon meteen vergeten, Jit. Het is gewoon klaar. Oké. Okay. Metaforen, ik denk dat ik het zo het makkelijkst kan zeggen. Metafoor is Persona 2.0. Oké. Okay. En dus als je 1.0 kut vond, dan ga je 2.0 niet ineens fantastisch vinden. Het is gewoon eigenlijk Persona, maar dan veel uitgebreider nog als dat het was. Persona die speelt zich eigenlijk af in maar twee gebieden. Je hebt aan de ene kant heb je je schoolleven en aan de andere kant heb je een soort van je stoere leven waarin je battelt in dungeons en weet ik veel wat. En het speelt zich af in Tokio. En dat is heel erg leuk, don't get me wrong. Maar we hebben natuurlijk al aardig wat personas gehad. Aardig wat games ook die zich in Tokio afspelen. Bijvoorbeeld de Yakuza games ook. We kennen dat wel een beetje.
En deze game gaat echt gewoon helemaal los wat betreft gebieden, omgevingen, weet ik veel wat. Okay. Het speelt zich niet alleen af in Tokio, maar fantasy? Over, ja, het is fantasy, fantasy ja. Over de hele wereld. Vele verschillende gebieden. En eigenlijk hebben ze een soort van persona als de basis genomen. Mm, yeah. Dus je hebt ook nog steeds een soort van die persona-achtige wezens die je helpen met battelen. Ja, want in persona zit je op high school, zeg maar. En dan, die battles die spelen. En daarnaast ben je in de hel of zo, toch? Ja, in iemands hoofd is het verhaal, toch? Je bent zijn... Niet per se, maar er is een soort van andere, hoe moet ik dat zeggen, andere dimensie. Een andere dimensie. Zo moet je het zien. En ik dacht dat het meer zoals bij Psychonauts was, dat je in iemands hoofd zit. Nee, dat is het niet. Het is een andere dimensie die gelijk loopt met de normale tijdlijn, zeg maar. Ja, oké. Okay. En die gasten uit personen, die kunnen dat zien en die kunnen daarin. Right. Maar de gemiddelde mens niet. Een soort van AR-overlay voor die mensen. Ja, sort of. Ja, inderdaad. Okay, check. Dit is eigenlijk veel volwassener. Oké, dus je hebt geen high school element. Nee. Maar heb je wel een soort van die rare dating shit? Dat vindt hij dan wel weer leuk, hoor, de snoepen. Er zitten wel van dat soort typische gekke Japanse dingetjes in, inderdaad. En wat ze ook bijvoorbeeld nog steeds in stand hebben gehouden, en dat is bij Persona ook heel erg een ding, is een soort van de tijdsdruk. Het is niet echt tijdsdruk, maar meer de agenda, moet ik zeggen. Ja. En in Persona is het zo dat op het moment dat je de dungeon ingaat bijvoorbeeld, dan kost dat een x aantal uur. Dus dan ga je bijvoorbeeld van de middag ga je naar de avond. En dat is dan de tijd die je spendeert. En zo moet je elke keer beslissen van waar ga ik mijn tijd aan spenderen per dag. Dus je moet sowieso per dag, je moet naar school. Je moet bepaalde opdrachtjes doen. En daarna ga je battelen en zo spendeer je je dag. En eigenlijk zit dat ook een beetje in metafoor, maar dan hebben ze het verwoven in het verhaal. Het verhaal is namelijk dat in een heel mooi koninkrijk wordt de koning wordt vermoord door zijn rechterhand. Die gaat dus rogue. En de zoon van de koning, de prins dus, die wordt een soort van betoverd. Die krijgt een soort van vloek over zich heen, waardoor hij uitgeschakeld is. En eigenlijk dus die gast uit de army soort van de troonopvolger wordt. Maar men komt er dus achter dat hij evil is. En dat willen we dus tegengaan. En dus gaan wij een soort van... Jij gaat die Game of Thrones aan, toch? Met je personage. Precies, precies. Wij gaan... En wij is de party. Ja, de main characters. En die gaan dus op een soort van secret mission om proberen te infiltreren in de army van die guy. Klinkt ook helemaal Florian dit nu al. Ik vind het fantastisch. Ja. Echt. Totdat er een pamflet tevoorschijn wordt gehaald. Dan is Florian helemaal fucked. Dan is het helemaal kut. Is dat die man? Maar goed, het verhaal is een stuk volwassener. Het is heel duister. Het begint meteen met moord en weet ik veel wat allemaal. Bedriegingen en gezeik. Dus het is wat dat betreft een stuk volwassener. De hele setting is ook volwassener. Maar het is vooral gewoon veel uitgebreider en groter en... ondanks dat je nog wel steeds die dungeons hebt waarin je tijd spendeert. En je spendeert tijd met al je party guys. Mm. Waardoor je dus weer nieuwe abilities krijgt. En weet ik wat. Het zit heel erg in elkaar als persona. Wat ik heel erg vet vind. Alleen, wat ik zeg, weet je, alles eromheen is zoveel groter geworden. Dus je gaat naar zoveel verschillende gebieden. Je hebt veel meer type persona's. Maar die heten nu archetypes. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Je kan daarin heel veel vette combinaties maken. Enzovoort. Ik zit er nu, ik denk een uurtje of 40 in. Oh, wauw. Dat is wel... Ik heb het gevoel dat ik nog steeds nergens ben. Het is heerlijk. En ik zou je zeggen ook, ik speel hem een beetje met een guide ernaast. Omdat je dus een soort van tijdsdruk hebt, wil ik mijn tijd zo mooi mogelijk indelen. Mm. En dus heb ik een guide ernaast en die geeft je een beetje voorzetjes. Van misschien is het een goed idee om nu tijd te spenderen met die, want later heb je de skill nodig. Een guide nodig. Ernaast, maar is dat in-game? Nee, dus gewoon via internet. Weet je wat jij op het begin van de podcast vertelde. Precies, er zijn nog steeds guides, vooral voor dit soort uitgebreide RPG's. Okay, En die hou ik er dus naast. Dus dan ben ik zeg maar per dag aan het kijken. Dus soms dan weet ik gewoon niet van oké, wat kan ik nu het beste doen? En dan check ik even in die guide en die zegt dan bijvoorbeeld van ja, je kan het beste de tijd spenderen met die. Want dan krijg je een skill die je dan later kan gebruiken voor dat. En dan denk ik, ah, top. En dan doe ik dat, zeg maar. En het is een tijd geleden dat ik op die manier heb gespeeld. Dat was letterlijk de laatste persona. Dus dat is een tijdje terug. Ik geniet daarvan. Lekker, man. Ik vind het zo lekker. En ik ben hooked, echt. Die wereld ook, de gameplay, die turn-based battles. I love it, echt. I love it. Het enige... Hey, en er komt Floor weer aan. En ik heb hetzelfde probleem als met Rebirth. Waarom is die game technisch gezien zo kut?
Jezus, dit is... Oké, deze game komt nog steeds uit voor de PlayStation 4. Ja. Weet je, dat ten eerste denken, oh mijn god, kunnen we daar alsjeblieft mee ophouden. Maar dan nog, weet je, het is dus een PS4 game, die draait op de PS5. Helemaal ruk. Weet je, het is gewoon 40 fps. Weet je, come on. Texas die er niet uitzien, enzovoort, enzovoort. Ik heb hetzelfde als met Rebirth. Ik erger me de tyfus aan het technische gedeelte, maar de game zelf is fantastisch. En dus zeggen mensen nu inderdaad van, ja, misschien moet je wachten op de Pro. En dan denk ik, ja, maar het is niet meer een probleem van de PlayStation. Het is het probleem van de developer. Het is een PS4 game. Maar deze game zou easy in 60 fps moeten kunnen draaien. Maar is draaien. Het niet dan dat er mogelijk ook uitgegeven gaat worden op de Switch in de loop van de tijd? Wordt daar rekening mee gehouden? I don't know. Ik hoop het niet. Want Persona is inmiddels even goed een Switch-franchise als een PlayStation-franchise. Ja, het zou kunnen, inderdaad. En dat siert het wel, vind ik, Persona. Maar ik zie ook wel het verschil tussen Persona en Metaphor. Dat de cartoonstijl tegenover het semi-realistische. Dat is het wel. Ik denk als je dan die richting kiest van Refantasio, zoals het heet. Ja, Refantasio. Dan moet je eigenlijk wel committen. Dus daar ben ik het wel met je eens mee. Als je dan voor realisme gaat, dan... Het is niet echt realisme. Het is geen cartoon meer. Het is iets minder cel-shaded dan in Persona, inderdaad. En daar kom je ermee weg. Onder het cel-shaded is het. Je komt er iets meer mee weg dan bij Rebirth. Dat ben ik met je eens. Omdat omgeving inderdaad in Rebirth, die zien er... die zouden er iets realistischer uit moeten zien dan in Metaphor. En dus pik ik het iets meer of zo. Maar Rebirth was een PlayStation 5 game. En dit is een PlayStation 4 game. Ja. Die draait op de PS5 en het is gewoon ruk. Dat zou moeten lukken gewoon. Ja. En ik... Weet je, I get it. Games moeten uitkomen. Game kosten gruwelijk veel geld om te maken. Die studio's die zijn aan het pushen om die game uit te brengen. Dat is begrijpelijk. Maar ik merk gewoon dat de optimalisatie van games de afgelopen 2-3 jaar is echt ruk. Ja, ben ik met je eens. En dus, weet je, we gaan nu een soort van brute forcen. Dus die PS5 Pro komt straks uit. En natuurlijk, ja, die zal hem in 60 fps kunnen afspelen. Maar Jesus, het is een PS4 game. Het is gewoon een kwestie van simpele... Optimalisatie. Is gewoon kut. Klaar. En dat was bij Rebirth ook. En dat is bij deze ook. Ik speelde laatst ook iets dat ik ook dacht van... Jeez, why? Wat was dat ook weer? Frostpunk. Ook ruk. Het is gewoon slecht geoptimaliseerd. Die games komen gewoon een half jaar te vroeg uit. En ik begrijp waarom. Want het kost gruwelijk veel geld. En ze patchen het daarna in de maanden. Ja, precies. Ja, ja. Maar ik krijg er echt een beetje een nare smaak van in mijn bek. En wat is de reden dat niet bij PlayStation gebeurt, denk jij? Bijvoorbeeld. Hoe bedoel je? Nee, de first party titels van PlayStation op PS5. Die allemaal naar behoren, toch? Die zijn beter geoptimaliseerd. Is dat dan omdat die paraplu's de ontwikkelaar daarvan behoeft? Ja, maar die maken het gewoon letterlijk voor één platform. Betere tools hebben ze. Het wordt geontwikkeld voor... Ja, dat is een hele logische verklaring. Ik denk dat Sony eerder geneigd is om te zeggen... Oké, we stellen hem uit, wij betalen dat. Ja. Maar dan hebben we een mooi product. Dus dat is wel de bescherming van een paraplu dan. Ja, maar als het third party is, dan moet je wel op een gegeven moment. Zeker als het inderdaad multiplatform is. Ja, maar ze kunnen zich gewoon niet veroorloven om te zeggen van... we gaan PlayStation 4 niet uitbrengen. We gaan hem niet maken voor PlayStation 4. Ik snap dat. Dat is natuurlijk financieel. Het is nog steeds een hele grote markt inderdaad. Ja. En er worden nog steeds games gekocht natuurlijk op de PS4. I get it. Maar zorg dan dat je PlayStation 5 versie geoptimaliseerd is voor die console. En dat gebeurt gewoon niet. Nee. Ze worden gewoon gemaakt voor de PS4. Ze worden gepoord naar de PS5. Framerate lock eraf, that's it. En dat is... I hate it. En dus... ik de hele tijd tijdens het spelen... want ik heb natuurlijk Rebirth... heb ik daar best wel op afgebrand. Ik heb Rebirth een lager cijfer gegeven... als ik eigenlijk zou willen. Zeker als ik soort van objectief naar de game kijk... en al dat technische gezeik weghaal... vind ik het een gold award. Maar ik erger me eraan... en dus heb ik het geen gold award gegeven. Ik heb het eigenlijk hier ook. Bij Metaphor. Dat ik, als ik objectief naar de game kijk, jeez, het is een 9,5 minimaal. Maar technisch is het gewoon een 6. En dus kom ik dan nog steeds uit op een Gold Award? I don't know, man. Nee. En dat is elke keer een soort van struggle in mij. En dat heb ik nu ook weer met Metaphor tijdens het spelen. Want nogmaals, ik heb hem niet gereviewd. Ik heb alleen de preview gedaan in New York. Ja. Toen zag ik al een beetje van, oké, het ziet er vet uit. Maar er mag zeker nog wat polijst overheen. Maar toen was het maanden voor release. Inmiddels speel ik de game en er is niks gebeurd aan polijsten. En dan denk ik, ja, weet je, mag ik daar wat van zeggen als reviewer? Ik denk het wel. Ja, zeker wel. En dus, Dwayne heeft hem een heel hoog cijfer gegeven. En dat snap ik helemaal.
Ik had hem geen Gold Award gegeven, denk ik. Het is technisch ondermaats. Klaar. En ik denk dat we daar developers op mogen aanspreken als gamer. Right? Als consument, als gamer. Als consument. Ja. Het is niet oké. Okay. Nee, ja, want als er niet wordt gezegd, dan hebben ze geen reden om het, right? Om het beter te doen. Ja, dus, nou ja. Als jij het als een wanprestatie ervaart, dan sta je volledig in je recht als consument. Nee, ja, je ziet het nu ook bijvoorbeeld bij Rebirth. Ik bedoel, Rebirth kwam uit, kreeg overal superhoge cijfers. Maar technisch is het ondermaats. Ondertussen hebben we het daar nog steeds over, maar we hebben dat niet echt teruggezien in cijfers. Maar we zien nu ook dat Square, die hoort dat wel. Square die gaat nu ook overstappen naar Unreal 5. En dat doen ze niet omdat ze denken, Rebirth liep prima. We gebruiken gewoon nog steeds die oude Unreal 4 engine die we ook voor Rebirth hebben gebruikt. Nee, daar is te veel gezeik over geweest. Zij zien ook wel van, dit kan niet meer. Ja. We moeten overstappen. Als we überhaupt nog die andere krijgen. Die krijgen we. Reunion, ja. Die krijgen we. Kom nou. Gaan ze niet schelden. Hoe vaak hebben we al niet gehoord? Square Enix is zeer ontevreden met hoe het allemaal verkoopt. Dat klopt. En dat. Maar dat gaat echt niet meer worden dan... Die game is al voor de helft af. Ja. Dat denk ik ook. Gaan ze niet meer schelden. Het draait grotendeels ook op de bestaande assets en zo. Ja, dus gaan ze niet schelden. Ik denk dat een kostenplaatje van 3 games is geweest toen ze begonnen. Ja. Maar wat ik nog heel veel een inhakertje op wat jij zei met mogen ze erop aanrekenen? Ja, vind ik wel. Alleen moet je wel afvragen, waar ontwikkel je voor? Ontwikkel je voor die 1% die zo kritisch naar een game kijkt? Ik denk het niet. Want dat klopt. Als iemand die naast jou zit, ik heb het niet doorgehad tijdens het spelen. Mm-hmm. Ik moest elke dag van Jacco aan horen hoe kut het was. En thuis zat ik naar mijn scherm te kijken, oké, wat bedoelt hij nou? Bedoelt hij die steen? Ja. Ja, die steen is wel een beetje low res. Ja. Jacco bel ik, man, dit is echt kut. Maar ik heb geen idee wat ik naar kijk. Ik heb er geen last van gehad. En dat is ook het ding. Ik ben me ervan bewust dat niet iedereen het ziet. Of iedereen er last van heeft, of weet ik wat. En dat probeer ik dan ook een beetje in mijn review wel mee te laten rekenen. Van ja, ik ben al eenmaal iemand die er met een Havix oog naar kijkt. Ja, maar die en zijn once er ook. I see it, ja. I can't unsee it. En voor mij heeft het invloed op mijn plezier in de game. Ja. Dus dan sta je in je recht. En ik denk dat uiteindelijk de ontwikkelaar... Ja, misschien hebben ze er wel in ieder geval een minder grote boodschap aan dan je zou willen. Dat klopt. Dat klopt. Ja. Dat klopt. Maakt het lastig. Ja, zeker. Ja. Maar ik vind wel dat je als partij, als Square Enix, moet je gewoon voor kwaliteit staan. En dat zullen ze zich ongetwijfeld hebben gerealiseerd na dit half jaar. Ja. Maar goed, een hele toffe game, Metaphor. Ja. Ik geniet daar heel erg van. Ander dingetje, en dat is misschien wel grappig. Een vriend van mij die is heel erg Dragon Ball fan. Ja. Maar echt gigantisch. Huh? Mag ik die vriend zijn? Ben jij even Dragon Ball fan? Ik ben gigantisch Dragon Ball fan. Ja, is dat zo? Ja. Oh, okay. Dus een van de grootste redenen dat ik naar Japan wilde. Dus. Oh, oké. Okay. Ja. Maar goed, ga verder. Dit gaat over Sparking Zero. Ja, Sparking Zero, Sparking. Inderdaad. Ik vind de serie... Sparking is het, toch? Ik noem dat Sparkling Zero, want het klinkt als een drinkje. Ja, inderdaad. Klinkt Sparkling, een... oh ja. Precies, ja. Het klinkt wel, maar goed, ga verder. Ik vind de serie top. Ik ben daarmee opgegroeid. Ik vind het super, super cool. Ik heb laatst ook een beetje nog die laatste gekeken. Super. Super. Heel vet allemaal. En ik moet je zeggen ook dat die Dragon Ball games vind ik heel cool. Ja, man. Kom maar. Oké. Ja, het is wel chaotisch natuurlijk, maar... Ik vind het battle systeem zo kut. Ja, ik kan me wel iets voorstellen. Ik kan daar niks mee. Heb je hier niet eerder een discussie over gehad? Dat jij zei van... Zeker. Weet je, ik wil eigenlijk een RPG van Dragon Ball. Ik wil dat hele vechtsysteem eruit. Ik wil dat sindsdien ook wel. Maar niet omdat ik het vechtsysteem slecht vind. Maar het is wel echt een gemiste kans dat we dat nog niet hebben. Maar echt? Ja, het dat lijkt me zo vet. Ja. Oh, goed, anyway. Dus vriend van mij, helemaal hyped over Sparkling Zero. En die appte mij al een paar dagen van... Komt eraan. En ik, I don't give a fuck. Dus op een gegeven moment zei ik, kom gewoon checken, weet je, bij launch. Kom gewoon hangen. Ja, fuck it. Oké, ik kom hangen bij je. Hij heeft een hele vette PC. Hij begon met spelen. En hij zei tegen mij, hij zegt, weet je wat, hij speelt al die games. Die Budokai. Hij nodigt jou uit om naar hem te kijken terwijl hij... Om gewoon te komen chillen natuurlijk. En hij speelt lekker die game. En nogmaals, ik vind Dragon Ball heel vet. Dus om ernaar te kijken, vind ik leuk. Je kent de characters. I don't care. Tof. Zeker omdat, en dat zeg ik, hij speelt al die games. Hij is er fucking goed in. Maar echt, hij is fucking goed erin. Echt, holy shit. Dus ik dacht inderdaad, ik ga daar naartoe. Ik ga lekker achterover zitten met een drankje. En ik ga lekker kijken naar een Dragon Ball aflevering. Je zit aan je Sparkling Zero. Ja, maar precies. En voor het weet is alleen maar te kijken naar teleporterende mensen. Maar echt, het gaat zo snel. Ja, dat fucking snel. Maar in plaats daarvan, en ik... Ik ben daar eigenlijk blij mee. Kwam ik aan en zei hij van... die tutorial en zo, dat geloof ik allemaal wel. Ga jij dat eens spelen?
Weet je, ga nou, nou eens echt gewoon vanaf het begin. En met mij daarnaast. Dus hè, ik geef jou hints en tips en weet ik veel wat. Zodat je, om te kijken of je erin kan komen. En ik dacht, nou ja, bring it on. Bring it on. Dus ik begin met spelen die game. En echt grafisch en de stijl. En het is zo cool. Gelikt, het is gewoon Dragon Ball, maar dan in 4K. Ja, het is amazing. Het is zo cool. Voice acting erop, originele voice acting. Vervolgens actors. Inderdaad krijg je de eerste... Nou ja, het begint wel echt een beetje met een tutorial dingetje. Super simpel. Een paar knopjes drukken. Nou, dat lukte me allemaal. No worries. Echt twee battles daarna of zo. Krijg je Vegeta voor je flikker. What the fuck is daar gaande? Dus je wordt zo in het diepe gegooid met die game. Die game gaat er gewoon vanuit dat je al een pro bent. En als je dat niet bent, ja, you're just fucked. Het is eigenlijk een reboot van die hele aanslepende reeks van Tekashi Budokai, wat intimiderend werd. Ja. En dan gooi je ze alsnog in het diepe. Het is, zoals ik. Het is insane. Dus ik probeer dat en ik faal, maar echt achter elkaar gewoon. En hij geeft me hints en tips en weet ik wat. En zelfs hij zei van... Best pittig. Ja, ja. En ik echt, ja, holy shit. Dus op een gegeven moment, nou, en toen kwam het. En toen was ik het echt zo zat. Blijkbaar zijn er ook nog twee stages. Dit is fucking Dark Souls in this bitch. Ja? Dus ik versla Vegeta. Nou, echt serieus, na 3 kwartier schelden, jongen. Holy fuck. Ik had hem. They do that twice. En toen kreeg hij, hè, hij heeft nog zijn staart. Ja. En dus wordt hij die grote aap. En dan krijg je gewoon stage 2. En ik ben kansloos. Echt. Big ape. Kansloos. Holy shit. Dus ik heb dat ruim een uur geprobeerd. En echt gewoon de stoom kwam in mijn oren. Maar vond je het vet? Kon je er wel in vastbijten? Nee. Nee? Nee. Ah, dat had ik zo gehoopt dat het gesprek hier naartoe ging. Ik vind alles eromheen vind ik fucking cool. Maar het battlesysteem, ik voel het niet. Ik kan het ook niet voelen. Ik kom er niet in. Het is een beetje de FIFA Street van de fighters. Hè? Het wordt allemaal heel mooi voor je gemaakt. Zoiets. Insane mooi voor maar, je gemaakt. Maar te snel gaat het. Het is te chaotisch. De gameplay kan wel... Maar vervolgens... Je weet ook niet in welke animatie of actie je soms zit. En dat kan als nieuwkomer misschien wel inderdaad, zijn. Ja. En het hilarische is dat... vervolgens na een uur schelden was ik het zat. Ik geef de controller aan een vriend van me... hij doet serieus 1 potje en hij zegt... Oh ja, oké, nou heb ik de feeling. Dus de eerste keer, hij verliest. En de tweede potje, hij wint gewoon. Maar echt keihard. No worries. En ik liep weg. Ik ben naar huis gegaan. Echt fuck off. Ja, het is gewoon echt niet mijn ding. Dat hele battle systeem. I just don't get it. Nee, maar als je er nu in één keer mee begint, dan ga je dat ook niet begrijpen. Man. Nee. En echt die battle begint... Dit is echt Dark Souls gewoon. Het is echt insane. Na een uur spelen krijg je die Vegeta. Het is niet te doen. Niet te doen. Dat blijkt me wel, want goed. Die vriend van jou... Dus, ja, het ligt aan mij. Het is een skill issue. Ja. Het is een skill issue. Ja, man. Ik wil zo graag met die game aan de slag. Ja. Ja. Nog een klein dingetje. Nou, dan kom ik wat dichterbij. Ik heb een nieuw kutspelletje. Waar ik echt ontzettend verslaafd aan ben. Het is een Vampire Survivor-like. Zoiets, ja, hè? Ja. Het is... Nee, het is niet een Vampire Survivor-like. Ja, het is minstens zo verslavend. Het heet Cyber TD. Schrijf maar even op. Cyber TD. Ja, ja. Kan je straks in je intro gooien. En het is niet nieuw. Maar ik kwam hier achter ook via een vriend van me. Die zei, heb je dat wel eens gespeeld? Dit is op jouw lijf geschreven. Dat moet je proberen. Dus ik, oké. Cyber TD. Cyber TD is een tower defense game. Oké. Van TD, ja. Met elementen van Vampire Survivors. Ja. En een card game. Oh nee. Oh god, dat zijn de 3 verslavende factoren. Mm-hmm. Hè? En dat hebben ze op een of andere manier... Ja, ik snap dat op het begin... Het duurde eventjes voordat het kwartje viel bij me. Maar oké, dit is het ding. In plaats van dat je bij een tower defense game... kan je op verschillende plekken... Hè, op de route waar de bad guys komen... zeg maar, kan je dan torentjes bouwen en upgraden en weet ik veel wat. En zo zorg je ervoor dus inderdaad... dat ze niet op het einde komen. In dit geval, je hebt maar 1 toren. Sowieso, altijd. Je hebt maar 1 toren. En die staat gewoon in het midden van het speelveld, zeg maar. En elke keer als je level up gaat... door beestjes te verslaan... dan krijg je kaarten voor je flikker. En je moet 1 van die kaarten moet je kiezen. En zo ben je dus een soort van card game aan het spelen ook... en die kaarten die geven je bijvoorbeeld meer power of andere wapens of weet ik wat. Maar allemaal voor die ene toren. En dus je bent de hele tijd het midden zeg maar aan het upgraden. Zodat je de hele tijd het hele speelveld kan bereiken op die manier. En
nou komt er ook een klein roguelite dingetje in. Ja, maar dat is dit al toch eigenlijk? Want als je die kaart... Ja, ga verder. Ja. Sommige dingen die hou je dus over voor de volgende run. Want je gaat sowieso dood. Of je redt het gewoon niet. Oh, het light gedeelte komt daar in spel. Juist. Ja. En dus kom je dus inderdaad weer het volgende potje kom je weer terug. En dan heb je een iets betere toren al vanaf het begin dan... Verder. Op het begin dacht ik... What the fuck is dit? Hoezo kan ik niet bouwen? Hoezo kan ik niet met mijn toren ergens naartoe? Je voelt je heel beperkt, denk ik. Ja. Letterlijk, het enige wat je hoeft te doen... is kaarten kiezen. Ja. Eigenlijk. En wat is het? Oké. Wat dacht jij? Een kart game als in Mario Kart... Zo. Ik denk, hè, ga je met een torentje rijden dan nee, of zo? Nee, bro. Nee. Eén van de vier karts kiezen. Ik dacht dus van, oh, ga je dan met het torentje rijden? Ik zag je al vet bedenkelijk kijken. Ja, nee, dat is ongeveer het enige element wat niet in de game zit. Karten. Nee, het zijn karts. Het zijn kaarten inderdaad. Ja, okay, ja. En dus inderdaad, nou ja, uiteindelijk heb je dus een soort van card deck verzameld. Daar kies je dan je vetste karts voor uit... en die gebruik je voor elke run. Zo kun je elke keer verder en weet ik veel wat. Op het begin, het is best wel pittig. Ondanks dat je hoeft niet zoveel te doen. Maar je moet dus gewoon de juiste kaarten kiezen op het juiste moment. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Ja. En het is heel relaxed. Dus je kan af en toe even je controller neerleggen. En het gaat gewoon, zeg maar. Ja. En ik... Oh man, het duurde eventjes voordat het kwartje viel. Van wat moet ik nou eigenlijk maar doen? Maar toen had je die twee handen ook wel nodig daarna. Toen daarna, jongen, was het echt gewoon... Ja, dit was echt gewoon het gevoel wat ik had op het begin bij Vampire Survivors. Mm. Dat heb ik weer terug hierbij. Het heeft me echt bij me strot, jongen. En het laat me niet meer los. Het is echt een kut game. Ik zit er 40 uur in. Welke platform? Verschrikkelijk. Volgens mij is die ooit uitgekomen zelfs voor PlayStation 4. Oké, dus dat is op PlayStation Store. Maar hij staat nu op PlayStation Plus, volgens mij, for free. Denk ik. Ja, hij stond al een tijdje op mijn harddisk. Want een tijd geleden zei iemand dat al. En ik was een beetje aan het kijken, omdat ik mijn lijstje aan het maken voor PS5 Pro. Oh ja, was ik aan het kijken, wat de fuck staat er allemaal op mijn harddisk? En toen kwam ik die game tegen. Toen dacht ik, oh ja, wat is dit ook alweer? En toen zette ik het op. En het eerste kwartier dacht ik, nee, wat is het voor gekkigheid? En toch eventjes doorgezet. En een kwartier later, ik was hooked. Sick. Klaar. Dus, als je luistert. En ik weet dat er een aantal luisteraars zijn die... dit soort games ook steeds proberen. Die ik aandraag. Army of Ruin en Vampire Survivors. Ja, ja, ja. En Halls of Torment en weet ik wat. Als je dat leuke games vond, ga dit proberen. Cyber TD, dit is je nieuwe verslaving. Ik zie dat hij op Steam echt een mixed reviews krijgt. Ja? Ja. Ja, het is een beetje een gek idee of zo. Ja. En daardoor hebben we beginnen ook van... Huh? Wat is het voor iets raars? Hoezo is het een tower defense game waarin ik geen towers kan bouwen? Ja. Yeah. Dat is voor gekkigheid. Maar ineens, ja, wat ik zeg, het kwartje viel bij me. En wauw, ik ben verslaafd aan die shit. Echt. Okay. Holy fuck. Ik ben elke keer gewoon een paar uur aan het spelen. En het, ik was even de trailer aan het bekijken. Maar het ziet er een beetje Tron-achtig uit, die stijl. Dus vandaar ook die cyber dinges. Ja. Wel interessant. Ja, het is heel erg leuk. Dus als je op zoek bent naar wat endorfine... This is where you're gonna get it. Go for it, inderdaad. En volgens mij, dat was het wel. Wacht, ik had zoveel gespeeld dat ik het gewoon moest opschrijven. er was nog een dingetje, geloof ik. Oké, nog heel even kort dan, want ik ben heel lang aan het orakelen. We vinden het allemaal jammer. Ik ga het heel kort nog over Astrobot hebben, maar don't worry. Het gaat niet echt over Astrobot. Astrobot was fantastisch. Maar eigenlijk vond ik het best wel jammer dat het geen VR game was. Of in ieder geval geen VR ondersteuning heeft of zo. Ja, dat komt nog wel. En ik hoop het. Of dat ze een nieuw ding doen. Whatever. Die game was zo tof in VR. Anyway, er is een andere game die het Max Mustard. Klote titel. Vergeet het ook meteen. En het hele sausje is natuurlijk ook lang niet zo leuk als het hele PlayStation ding. Het is ding niet echt saus, mustard. Het is... Is het saus geen mosterd? Het is een condiment, volgens mij. Wat zegt hij nou? Zo is mosterd geen saus. Het is gewoon fuck? Een sausie, toch? Nee, het is geen saus. Wacht even, dus ketchup is wel saus? Ja. En mosterd is geen saus? Nee. Maar wat is soep dan? Huh? En soep is soep. Dat is soep. Soep is soep. Het is geen saus? Nee, natuurlijk niet. Soep is geen saus. Okay. Nee. Goed, anyway, Max Mustard dus. en om het even heel kort te zeggen. Max Mustard is een platform game in VR. En het lijkt echt heel erg op Astrobot. En nogmaals, het heeft natuurlijk niet dat leuke sausje. Wat mosterd dus blijkbaar niet is. Nee. Maar de gameplay is echt net zo leuk als Astrobot.
Je kan ook een beetje zo hoveren. Het lijkt er heel erg op, maar het is dus in VR. Als je heel erg jammer vond dat Astrobot niet in VR was, omdat je heel erg hebt genoten van die VR-game in Astrobot, ga Max Mustard spelen. Het is echt super tof. Okay. Dus die ga ik reviewen voor de volgende VR-view. Echt heel erg leuk. Dat was nog even als laatste dingetje. I am Max Mustard. Ja, ja, dat is een goed liedje. Ja, zeker. Oh, en heb jij ook nog wat gespeeld, Cody? Nou ja, ik kan het kort houden. In Japan heb ik helemaal niet gegamed. Ik heb altijd mijn Switch mee. En meestal grijp ik wel naar een Zelda of een Pokémon of zo. Maar ik had het niet nodig, man. Ik was daar op avontuur. Heb je games gekocht in Japan? Ik ben meermaals... want ik was daar tegelijk met een vriend en die zit er nog wat dieper in. Dat was per puur toeval trouwens. Maar die werkte ook in onze industrie, dus die had wel wat research gedaan. En die nam me wel mee naar coole plekken. Je hebt natuurlijk Super Potato. Is mega overpriced. Zeker. Ja. Dus daar koop je niks. En dat was ook mijn instelling van, nou, ik ga hier rondkijken. En dan wat kleiner in Osaka koop ik wat. Daar had ik me ook helemaal op ingericht en op ingesteld. Maar op dit moment dat ik daar kwam in Osaka, had ik al 2 weken niet gegamed. En dan kom je in zo'n zaak en dan doet het enorm veel met me. Het kan me laten huilen of lachen. Gewoon, het zijn heel veel emoties. Want je hebt een soort van plek wat je in Nederland niet hebt. Namelijk een plek waar alles uit je jeugd staat of zo. Alleen dan net een ander kleurtje. Of net een ander vormpje. Ja. Want je kent het niet. Dat is zo cool, ja. En je hebt ook heel veel games waarvan ik wist dat ze bestonden, maar ze nooit in het echt heb kunnen zien. Want ze zijn alleen in Japan. Ja. Dus al die Tingle games heb ik daar ineens gezien. Dus dat doet heel veel met me. En ik had wel een mooi boodschappenmandje met een aantal dingen. Ik had een cartridge van Super Mario World voor de Famicom en dat soort dingen. En toen stond ik nog net niet voor de kassa. En toen heb ik dat mandje neergezet en ben ik weggelopen. Huh? Ja, ik weet niet, man. Dat was het voor mij. Dat was genoeg. En dan gewoon de ervaring. Ja, dan had ik 100 euro moeten afrekenen. Ja, 100 euro, het is heel goedkoop daar hoor. Maar een aantal jaar moeten afrekenen. En dan had ik het meegenomen naar huis en dan verdween het in mijn kast. Hmm. Want ik zou het pretentieus vinden om dan te gaan roepen dat ik het ook ga spelen. Want ik weet van mezelf dat ik dat niet ga doen. Oké. Okay. Als ik dat ga dan doen. Dan is het puur voor de heb dus. Dan is het puur voor de heb. Oké. Okay. En op dat moment kreeg ik zoveel voldoening uit het feit dat ik in Japan was. In die plek ben waarvan ik wist dat die bestond. En altijd van mensen om me heen hoor dat het er is. Ik had alles in mijn hand. Ik had het makkelijk kunnen kopen. Financieel was het geen enkel probleem geweest. Maar ik was gewoon cool. Dus ik zei ook tegen mijn vrouw, zo van, ja, weet je, van dit was genoeg voor mij. Ze zei, ja, wil je dan niet op zijn minst Super Mario? Ik zei, nee. Een volle overtuiging de winkel uitgelopen en ik heb nog geen seconde spijt gehad. Heb je helemaal niks, zeg maar, qua het soort van dingetje? Ik heb een figurine Ik heb fucking veel. Oh, maar, dat wel. Maar het vallen geen games. Okay. Ik heb, ja, de Pokémon merchandise dus, zeg maar. De Nintendo Store heeft heel hard ingehakt, moet ik zeggen. Dat was echt een cream dream om daar te zijn. Juist. En elke, weet je wat het is? Heb je die cream dream? Ja, snap ik. Dus een beetje gek woord. Ik trek hem terug. Niet in die zin. Het is heel fout, inderdaad. Maar mooi aan zo'n Nintendo Store is, als je in een netgame komt of in een, hè, noem eens wat, een mediamarkt of zo, en je komt op een gamesafdeling, dan staan er wel een paar toffe knuffels of poppetjes. Mm-hmm. Maar er zijn er altijd maar 3 of 4 echt goed. Ja. De proportioneel zijn zo goed. Mm-hmm. De afwerking is nice. Ze hebben geen gekke ogen of kijken derpy. Ja. En die neem je dan mee. Dat is dan je aankoop. Dat is vet. Dat is een goede knuffel. Ja. Maar in de Nintendo Store is alles perfect. Ja, is in New York alles ook. Is perfect. Ja. In New York zei je dat. Ben je natuurlijk recent geweest. Dat valt heel erg op inderdaad. Dat is echt eng. Het is eng. En hele stellages. Alles is doodeng. Met knuffels, zeg maar. Precies. Ze zijn identiek. Ze zijn allemaal perfect. Nog beter dan het model dat ze in de game zouden zijn. Ja. En ik heb het is geen rommel, inderdaad. Nee, het is geen rommel. Het is nog steeds rommel. Maar je betaalt er ook wel flink voor. Het is, nou ja, in Japan was gelukkig alles redelijk goed. Oh ja, natuurlijk. Een game daar, een AAA was 30 euro. Oh, om even een indicatie te geven. Dus dat was wel, dat is wel een groot verschil. En een Pokémon knuffel waar je in Nederland 30 euro voor betaalt, betaal je daar 8 euro voor. Dus ja, dat scheelt wel een hoop. Er zit wel een groot verschil in. Ja. Alleen, het is levensgevaarlijk. En ik kom daar en ze hebben niet alleen knuffels, ze hebben ook kleding. Zeker. Ik heb een hele kledingkast gekocht in de Nintendo Store. Ja, ik doe het ook. Ik doe het ook elke keer. Jij draagt ook graag. Ik moet iets halen. Ja, ja. Ja. En ik ben helemaal overboord gegaan daar. En dan begin je aan souvenirtjes. En dan zijn er te veel mensen in je leven die je kent. En die vinden Pokémon ook allemaal leuk. Moet je niet beginnen. Dat verantwoord mij misschien om dan toch nog een extra Pokémon knuffel mee te nemen. Heb je die wel nodig? Nee. Maar het is wel leuk als ik mijn broer ook... Oh, is voor Dex? Ja, nee, oké, dan is het goed. Goed excuus inderdaad. Ik heb alles leeg gekocht, man. En je had ook een apparaat daar. Want je hebt Pokémon Center en je hebt de Pokémon Center DX. Mm-hmm. Dat is een soort van speling op het Pokémon Center. Die je sowieso in Osaka, Kyoto, hè, de grote steden, heb je die. Kyoto was bakermat natuurlijk voor Nintendo. Dus dat was voor mij sowieso heel bijzonder om in de Nintendo Store te zijn. Maar in die Pokémon Center DX was zo fucking omvangrijk. Er stonden zoveel knuffels in die winkel dat ze een AR-apparaat
website hadden. Een soort van McDonald's bestelmachine. Yeah. Waarin je kon kijken of jouw favoriete Pokémon überhaupt aanwezig was. En in welke stellage die dan zou liggen. Oh, wat? Ja, en dan heb je wel even een vies broekje daarna. Dat is echt heel leuk. Dat is wel echt heel leuk. Ja, dat is de cream dream. Over de cream dream. Ja. Nee, maar en alles is perfect. En dan loop je de Pokémon Center uit. En dan kom je een Jump Force winkel tegen. Nou, ik heb net verteld hoe groot Dragon Ball fan ik ben. En ik ben even groot My Hero Academia fan. Dus daar neem je wat van mee. En zo zijn er heel veel franchises waar ik wel kleding van wilde hebben. Maar als je het via Redbubble of zo bestelt, dan krijg je gigantische troep. Mm-hmm. Met een kraag die je hele fucking klieren af... Want die zijn allemaal heel kleine kraagjes. Okay. Als je zo'n troepshirt bestelt, ken je niet. Nou, iemand in de chat, shout dat naar jou. Nee. En na één keer wassen gaat het plaatje eraf. Oké, bagger. Ja. En daar is dat allemaal goede kwaliteit. Dus ik moest even een dingetje hebben van Dragon Ball, een dingetje van My Hero. Ik ben in Japan, dan moet ik wat van Zelda hebben. Ik moest dit hebben. Dus we hebben een derde koffer gekocht op de laatste dag. daarvoor liep ik dus met twee koffers die eigenlijk niet meer dicht konden. En wij waren dan wel niet zo goed voorbereid als een charity op trip gaat en dan gewoon al zijn kaartjes en al zijn planning ze onder elkaar zet. Mm-hmm. Ik moest gewoon soms mijn telefoon zoeken. Oké, ja. En dan sta je om 7:30 ochtends met twee grote koffers van 25 kilo in de Japan commute. Juist. Dus naar binnen gepropt. Oh, maar iedereen zo op elkaar staat. En ik ben heel onbeschoft met twee koffers en een tas op. En ik sta daar zo als een witte guy. Sorry. Wel met lengte. Ik kon over mensen heen kijken. Dat was fucking awesome. Loes en ik konden elkaar zien als we in andere coupés zaten. Omdat ik voor het eerst niet klein was. Dus dat was amazing. Maar nee, in plaats van te vertellen wat ik gespeeld heb, zou ik nog wel even wat vertellen over Super Nintendo World. Want daar zijn waarschijnlijk wel wat luisteraars die... Tuurlijk. Een Japan trip overwegen en dan wil je die meenemen. Ja, man. Mm-hmm. Allereerst fucking onmogelijk om binnen te komen daar. Wat? Je moet echt, je kaartje voor het park wordt op een gegeven moment verkondigd dan via Japanse website. Ze gaan nu open. Dan kan je je kaartje kopen, maar dan ben je binnen. Maar met een kaartje ga jij niet eens een attractie in kunnen, want zo druk is het daar. Dus je moet 2,5 uur wachten voor elke attractie in Super Nintendo World. Daar is niks aan gelopen, dat is gewoon 2,5 uur. Dus je hebt die Express Pass nodig. Dan krijg je een timeslot. Dan zeg je 9:45 heb je de Yoshi experience. Mm-hmm. En om 1 uur mag je de Mario Kart 8-baan doen. En dat hadden wij dus gelukkig kunnen kopen. Maar het moment dat die Express Passes in de verkoop gaan, dat is een heel ding op Reddit. Er zijn allemaal subreddits voor en indicatiemomenten van wanneer gaat het live. En dan gaat het live en dan sta je in wachtrij. Net zoals bij een Taylor Swift concert, moet je maar net raak grijpen. Ja, zo serieus? Hard. Ja, it's crazy. Ja. Yeah. En het is mij gelukkig allemaal gelukt. Ik heb hier het is niet zoals de Efteling dat je er gewoon naartoe rijdt. Nee. En, holy shit. Nee, man. Nee, dat wist ik heb niet. Toevallig, want dat is mijn rare interesse, maar ik had opgezocht hoeveel bezoekers er op een dag naar de Efteling gaan. En hoeveel bezoekers er op een dag naar Universal Studios Japan gaan. Oh, oké. In Japan zijn het er ongeveer 60.000-70.000 per dag. En de Efteling haalt net 13. Dus dat zet het even in perspectief hoe fucking druk het daar is. Ja, crazy. En ik snap dat Efteling Nederlandse begrippen zijn, maar het is wel nogal een lievelingetje, de Efteling. Want Walibi zit op 5-6 per dag. Ik ben geen pretpark trouwens, maar ik doe onderzoek als ik in het OV zit en ik benieuwd ben. Ja, je moet nice. Ja. Hey, wist ik ook niet. Maar holy shit, dat zijn echt heel veel mensen. Het is ook wel een stukje groter dan de Efteling, neem ik aan. Veel groter, ja. En het is opgedeeld in verschillende dingen. Maar het meest significante verschil trouwens tussen die pretparken in Nederland en in Japan is, ik denk ook dat de yen nu wat lager ligt. Dat is ook onderdeel daarvan. Maar wanneer jij met je gezin naar Walibi gaat, is het eerste en het laatste wat je doet de souvenirshop ontwijken. Want je weet dat je fucking veel money daar betaalt voor alles. Dus dat is niet eens... Zelfs als kind maak je daar geen punt van. Dat heb je al lang geaccepteerd. Dat gaat niet gebeuren. Hier is dat compleet anders. Iedereen die je tegenkomt daar in dat park, elk individu, of het nou vader, een kind of een... iedereen heeft iets aan van zijn favoriete franchise. En dat is me echt bijgebleven in Universal Japan. Hoe fucking vet dat is. En dat Disney is het einde. Ik snap Disney, hè. Dat is dat magische gevoel. Maar Universal is een fucking heel eind inmiddels. Al die friend, je komt iemand tegen die heeft een volledig Baymax pak aan. 2 minuten van Big Hero 6. 2 meter later zie je iemand in volledige Mario get-up. Dan komt er een groepje van 4 Japanse meisjes, allemaal in verschillend Harry Potter uniformpje van Gryffindor en Hogwarts en Minions. Er loopt een Gru langs. Iedereen heeft wel iets van zijn favoriete franchise aan. En dat samenhorigheidsgevoel, dat heb ik nog nooit in Nederland gevoeld. Dat vind ik dus ook heel erg van de Tokyo Game Show. Weet je, dat is daar ook, zeg maar. Het is zo samen. Het is zo samen. Mensen hebben respect voor me. Je zou nooit geshamed worden omdat je een rare Minions hoed hell draagt. Hell no. Nooit. Nee. Als jij hier met je Efteling pakje over straat gaat, dan krijg je waarschijnlijk wel wat opmerkingen. Zeker. Daar is het alleen maar, hey Mario. Ja, hey Big Hero 6. Ja, heel leuk. Ik kan wij. Iedereen vindt alles schattig aan je en zo. En ja, ik heb er gewoon een heel goed gevoel aan overgehouden. Hoe was het pretpark Super Nintendo World in Universal Studios Japan? Dope. Ik vond het heel vet. Het was wel stervensdruk.
Dat kan ik niet eens uitleggen hoe druk het was. Je hebt misschien... Ja, het is eigenlijk gewoon alsof je bij een concert staat. Zo ja. druk is het overal. Oh. Holy shit. En als je dan geen express pass hebt, dan hoef je daar niet heen, wat mij betreft. Precies, heeft gewoon geen zin in dat. En wat betaal je extra voor zo'n pass? Fucking veel. Ja, precies. €180 per pas. Ja. Dus zo'n dag Universal Studios heeft mij en mijn vrouw misschien €500-600 gekost of zo. Ja, en dat moet je er dan maar net voor over hebben. Dus ik zou dat ook niet hebben gedaan wanneer dat pretpark in Frankrijk was of zo. Maar het is nu van, when in Japan? En ja, ik wil natuurlijk heel graag naar. Maar dat tuurlijk, het is zo goed gedaan, man. Ik ben, zeg maar, per definitie bang voor poppen. Er hoeft niet heel veel te gebeuren of ik ben er bang voor. Okay. Zo'n Sesamstraat of zo vind ik doodeng, al die mannen. Ik moet er gewoon niks van hebben. Net, dat is ook een beetje bestaansrecht van dat Five Nights at Freddy's. Ik voel dat. Maar die animatronics van Nintendo zijn niet eng. Ik weet niet hoe ze het doen, maar het past weer in Nintendo-stijl. Oh, het is schattig en je wilt aanraken. Je bent er niet bang voor. En het lijkt net echt Mario of net echt die hond van Yoshi, Poochy of zo. En, ik weet niet hoezo, maar het werkt. En ze hebben een manier gevonden waarop... Wacht, heeft Yoshi een hond? Yoshi heeft een hond. Ja, ja, dat wist ik ook. Poochie. Wow. Niet te verwarren met dat de wist hond ik dan maar niet dat die Poochie heet. Ja. Ik ben een nerd. Jij ook. Maar niet een nerd. Maar het is super goed gedaan. En ze weten, ze hebben het voor elkaar gekregen om hun aandoenlijke en herkenbare animatiestijl over te dragen naar animatronics. En ik had niet verwacht dat dat mogelijk was. Dus dat is eigenlijk het grootste compliment dat ik kon maken. Verder is het gewoon pure eye candy. De hele dag door. Precies. Ja. Holy shit. Wel een must visit als je er bent. Okay. Ja, het staat er zeker op mijn lijstje. Dat heb ik gedaan, de interactieve experience. Want je kan dan muntjes verzamelen. En er zijn door het park heen zijn challenges ingericht. Dus dan, ik heb een filmpje van, je hebt in Mario gehad die minigames dat je 4 keer dezelfde moet. Mm-hmm. Dan krijg je muntjes. Die heb je daar real. Ja, precies. Dus je moet echt letterlijk tegen een ding aanspringen. Ja. En dan staat er een Japanse vrouw voor die heel enthousiast zegt: Welcome, let's go! Zo in het perfecte Engels Mario, weet je wel. En dan 4 keer slaan. En mijn vrouw die had dus 4 keer een Tanuki. En het ironische is, thuis, als wij samen spelen, doe ik iets allemaal. Zo ben ik dan weer wel, want ik wil gewoon die levens hebben. Mm-hmm. Leuk dat je het leuk vindt, maar ik weet dat je die gaat halen. Ja. Dus na 12 jaar samen is dat ook gewoon ongeschreven. Zo die controle aan mij haal ik even het levensraam weer door. Dus ik zat hier als van, dit gaat helemaal mis, weet je wel. Zo van, dan zei je gewoon 4 keer, bam. En het hele publiek zou helemaal klappen, juichen. Dus zo van, jij nog. Ik zeg daar van, ik ben eigenlijk wel, ik vond dit wel heel leuk eigenlijk. Precies, ja. Nice. Toen ben ik later alsnog gegaan stiekem en ik had alle 4 verschillend. Oh, echt? Ja, ik heb het helemaal opgefokt. What the fuck? En dan verdien je sleutels en dan zijn er nog... Ja, het is heel die tof. Mario Kart attractie, nog wel de moeite waard om heel veel kort wat uit te leggen. Want dat is typisch Nintendo. Dat is met een AR overlay. Je krijgt een Mario pet op en een Mario bril op. Mm-hmm. En dan ga je on rails een doen we het een versnelde botsauto parcours. Mm-hmm. Wel on rails, dus meer richting achtbaan. En ondertussen krijg je dus die AR op en ben je in een race, in een Grand Prix. En om je heen word je dus ingehaald door... En passeren er allemaal andere spelers, dus Bowser en Toad en zo. Ja. En door te kijken, doe jij turbo's of doe je damage? Of iets dergelijks. Op het begin had ik zoiets van, wow, dit is veel te veel prikkels voor mij. Ik ga in en weer en ik tegelijkertijd dit. Mm-hmm. Maar na een minuutje of 4 ben je gewoon aan het rijden. Ben je aan het driften, want je hebt ook een driftknop. Dus ga je wat harder door de bocht heen. En dat zie je dan uitgedrukt in jouw AR, ga je wat harder. Dat cool. En dan zie je dat je Bowser inhaalt, waardoor dat gevoel van snelheid, wat eigenlijk heel constant is, want je zit gewoon on rails. Precies. Is heel anders in je hoofd. En dan ben je gewoon... Ja, je bent gewoon Mario Kart aan het spelen. Dus ook dat hebben ze toch voor elkaar gekregen. Nice. Leuk, man. Ja. Best wel positief. Ja. Ja. Cool, man. Dat heb ik gespeeld. Ja. Ja. Perfect. Ja, misschien wel het leukste van alles. Ja, ik denk het wel. Ja. Ik ben. Ja, de Japan-verhalen zullen nog wel blijven druppelen komende maanden. Ja, terecht. Ja, ja, man. Oh, ja. Ik heb niet het hoofdkantoor gevonden van Bandai met Bandai Namco. Ik heb het wel heel vaak gezegd. Goddammit, ja. Ik heb ook nog iets gespeeld. Dat was ik eigenlijk de vorige keer vergeten. Hoe? Maar ik heb een game gespeeld wat eigenlijk 50 games is. Wow, is het 50 games? UFO 50 is het. Dat is van de maker van Spelunky, maat. Van de makers van onder andere Spelunky. Maar ook van Downwell, Time Barons, Madhouse, Catacomb Kids. Dus dat is een makerscollectief. En die hebben samen een soort van bedacht van... Oké, wij gaan een serie games maken die bij elkaar passen. Ja. Een beetje met de insteek van... Oké, we hebben een fictief bedrijfje in de jaren 80 heet... UFO Soft heet het. Mm-hmm. En het idee ervan was om games te maken die
waarvan het lijkt alsof ze in de jaren 80 zijn uitgekomen. Dus ze hebben een aantal regels verzonnen van oké, ze mogen alleen die kleuren gebruiken en dat soort dingen. Alleen dan wel met de kennis van nu, van de games van nu. Mm. Dus dat zorgt er eigenlijk voor dat ze over heel veel jaar, want eigenlijk zijn ze hier al jaren mee bezig, veel langer dan ze eigenlijk wilden, zijn ze hiermee aan de slag gegaan. En ze hebben dus 50 games gemaakt. En eigenlijk de game, dus je start hem op en je ziet dan 50 cartridges. En zo ontdek je eigenlijk al die games. Wat vet. Mm. En dit is, ik weet niet of jullie vroeger op de Game Boy bijvoorbeeld wel eens zo'n cartridge hebben gehad met allemaal verschillende games. Nooit doen. RTX kaartje heet dat volgens mij, weet ik niet. Nee, je had ook officiële. Je had ook officiële, hè? Je hebt trouwens ook officiële. Ja? Er zijn ook officiële, inderdaad. Ja. Die bedoelde ik natuurlijk. Ja, dat is wat ik bedoelde, En dan kon je dus eigenlijk, had je ook eigenlijk een soort ontdekkingstocht. En af en toe dan kwam je echt een pareltje tegen die je gewoon continu bleef spelen. Maar dat heb je hier dus ook. En het leuke hieraan is dus, ja, je start een game op en je weet eigenlijk niet precies wat het is. En je kunt er wel een beetje lezen van tevoren van, dit is een arcade game of dit is een sportgame. Dit is een puzzelgame of wat dan ook. En dan speel je het. En soms dan, de eerste game die ik speelde, want ik had er veel goede dingen over gehoord. En het was gewoon niet zo leuk. Ik vond het eigenlijk helemaal niet zo leuk. Dus, maar dat was niet erg. Want daarna ging ik een andere game spelen. En toen dacht ik, hey, dit is eigenlijk wel leuk. En zo kwam ik eigenlijk gedurende de tijd. Af en toe dan speelde ik gewoon letterlijk één game. 3 uur lang. En de volgende dag dacht ik, oh, ik ga nog een keer, weet je. En op een gegeven moment dacht ik van, ik wil nu nog wel een keer een ander gamepje spelen. En dan start ik weer eentje op. En dat was weer iets compleet anders. Dus heb je bijvoorbeeld Hot Foot. En dit heb je een soort van trefbal met een soort van een zakje zand, zeg maar. Mm-hmm. En dat is een beetje in de stijl van Disc Jammers. Ken je dat toevallig? Oh, damn. Ja, ja. Dus een beetje dat. Dat heb je ook Bushido Ball. Dat is misschien iets meer Disc Jammers dan Hot Foot. Maar dat zijn sportgames. Ik vind dat superleuk, dat genre in dit soort oudere games, zeg maar. Maar je hebt bijvoorbeeld ook Party House. Dat is een van mijn favorieten. In het begin, dat is super weird. Want je hebt geen tutorial. Je begint gewoon. Dus het is gewoon, je hebt een huisje. En die heeft 4 plekjes. En je drukt op de deur en dan komt er iemand binnen. En dat is dan een old friend, heet hij dan. En dan kan je nog een keer op de deur klikken. En dan komt er in één keer een of andere idioot binnen die heel populair is. Maar die ook weer chaos veroorzaakt, zeg maar. Maar als je daar 2 van hebt, dan is de chaos meter vol. En dan komt de politie. En dan... Maar als je dus zeg maar, je moet aan het einde van elk feestje moet je ervoor zorgen dat je veel mogelijk punten hebt. Dus popularity points moet je hebben. Maar je hebt ook bijvoorbeeld poppetjes die verdienen je geld. Of andere die kosten je geld. Dat soort dingen. Uiteindelijk moet je bijvoorbeeld verschillende scenario's. Moet je 4 apen in je. Of aliens. 4 aliens hebben. En dan win je het, zeg maar. Okay. En in het begin. Ik had echt van, hé, wat is dit voor shit? Ik dacht, ik had gelezen dat een van de leukere games was. Maar ik snapte er gereed van. Tot op een gegeven moment begon die te klikken. Toen dacht ik, oh, wacht. Want je kan dus met popularity points kan je verschillende partygoers kan je unlocken. En die kan je dan weer soort van mixen in een bepaalde volgorde. Bijvoorbeeld, je hebt een dansvrouwtje, zeg maar. Als je er 1 hebt, dan levert dat 1 popularity point op. Maar als je er meerdere hebt, dan gaat dat stacken, zeg maar. Hetzelfde geldt voor als je bijvoorbeeld een cabaretier hebt. Die wordt dan, die kost dan geld. Maar als je een volle zaal hebt, dan krijg je weer extra popularity points. Ja. Dat soort dingen. Lachen, is man. Fucking goed. En toen kreeg ik op een gegeven moment... Is het een beetje managementachtig, zeg maar? Er zitten ook wel turn-based dingen in. En ik heb ze nog niet allemaal alle 50 gespeeld. Oh, ik denk, dat is niet te doen. Maar er zit ook een Mortal 2, heette dat. En dat is... Toen werd ik helemaal blown away. Want in principe is alles wel een soort van een old-school gamepie. Maar toen dacht ik in één keer van, holy shit. Je speelt een soort van side-scroller, een soort van... Nou ja, speellunkie-achtig. En dan ben je een poppetje met een zwaard of zo. En dan ga je ergens heen en dan denk je van... Oh, nou, ik kan hier niet verder. En dan op een gegeven moment dan ga je dood. En dan kan je een ander poppetje kiezen.
En die kan in één keer dubbel jumpen. En denk van, oh, wacht even. Ik kan hier verder. En die kan een teleport ding. En dan kan je dus met een ander poppetje daar weer heen. En je hebt eentje die bouwt een die bouwt tunnels. En je hebt andere die hebben een soort van explosieven en dat soort dingen. En toen dacht ik, wow, what the fuck. Het is een soort van Lost Vikings-achtig, maar dan nog vetter. Het was echt crazy. Ik ben hier zo lang mee zoet geweest. En ik dacht in één keer van, holy shit. Ik vind dit zo fantastisch. Wow. Ik wil een handheld hebben. Ik heb dus echt gewoon... Echt, hoe vaak heb ik wel niet gezegd... Ja, handheld. Het interesseert me niet zoveel. Nee. En ik ga morgen naar een heel leuk tripje. Maar daarvoor moet ik naar Londen. En dan zit ik iets van 6 uur in de trein in totaal. Mm-hmm. Maar ik heb nog steeds geen handheld. Ik vind het echt kut. Want ik wil gewoon UFO 5. Maar wat wil je halen dan? Een Steam Deck? Ja, een Steam Deck of zo. Of, of zo'n een PC ROG. Alleen op PC? Alleen PC op dit moment. Ja. Precies. Maar als die uitkomt op bijvoorbeeld de Switch, jongen... Ja, no-brainer. Je wordt helemaal lijp. Ja, ik wist dat die titel kwam. En ik wist dat Derek Yu daar heel veel energie in heeft gestoken. Maar nu ben ik fucking hyped. Maar het is dus alleen op PC. Tot nu toe alleen op PC, inderdaad. Okay. Maar het is echt crazy. Zo leuk. En sommige games zijn gewoon duren enorm lang. Duren gewoon tientallen uren om uit te spelen. Ja, dat is bizar. En sommige games, ik heb er eentje uitgespeeld tot nu toe. Nou ja. Van de 50 dus. Ja, van de 50. Nou, vind je dat niet zo belangrijk? Holy shit. Nee, dat klopt. Dat vind je inderdaad. Ook weer full circle. Nee, die stopt gewoon halverwege. Na 40. Nou, voor deze game is dat perfect. Ja, oké. Okay, je bent een tapas gamer, Tjeerd. Tapas gamer, lekker. Ik speel ook zeker wel games uit, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Ik moet nog steeds Wukong uitspelen. Oh ja. Die heb ik ook opgegeven. Zal ik eerlijk zijn? Heb je die opgegeven? Welke chapter? Ik denk 5. En okay. Toen... Maar als meneertje het doet, dan is het wel oké. Nee. Ik wist dat die kwam, ja. Oké, ik ga hem uitspelen, fuck it. Ja? Ja. Okay, nou, vooruit. Ben benieuwd. Nou, zullen we maar afsluiten dan? Ja, prima. Helaas, man. Ik heb ook gewoon oprecht nog niet tijd gehad om met mensen te praten nadat ik terug ben. Dus dit was mijn eerste talk met people. Ja, nou, inderdaad. Zeg maar geek talk, hè? Precies. I've been missing it. Hell yeah. Ja, nee, echt, echt tof terug. Dat je er weer was. Tot en, over een maand. Tot over een maand. Toedeledoki. Yep. Nee, dan gaan we weer... over een maand zien we elkaar weer. Ja, volgende week is Martin er weer met zijn Powerpraat crew. Daarna zijn wij er weer, maar dan zonder Cody met Sam. Tot dan in ieder geval. Vergeet geen comments achter te laten en ook niet te stemmen op de podcastawards.nl. Je weet het. Tot de volgende.